Daar ben ik. Precies op tijd. Kijk mij nou. Hey, Attika is er ook. En Tony. En Lara. En Benjamin. En Sophie. En Sina. Hi, hi. We zijn met een heleboel mensen. Wow. Nou, oh my god. Ja, voor context. Mijn telefoon ligt weer, dat kan ik niet tegen. Oké. Hi, oeh. Yes, mijn chat zit vol. Wow. 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 We zijn met veel. Oké. Ja, voor context. In mijn laatste twee streams heb ik zo nu en dan... gewoon Kahoot gespeeld met de kijkers. Het was hartstikke grappig. Hi, Melisje. En toen had ik voorgesteld om... staat de vertrager er wel op? Als het goed is hebben we zo min mogelijk vertraging. Maar ik hoop dat de vragen niet al te kort zijn. Dat je hebt om te antwoorden, zeg maar. Want we hebben een klein beetje vertraging natuurlijk met de stream. Waar was ik? Ja, dus toen had ik bedacht... Wat nou als ik jullie Kitta-quizzen laat maken... en dat we gewoon met z'n allen in een stream zoveel mogelijk Kitta-quizzen zouden maken. Dus de stream gaat vandaag over mij. intussen hebben drie mensen of zo. Ik weet niet, ik heb geen idee hoeveel mensen. Ik heb gewoon een beetje naar buiten gegooid van... joh, als je zin en tijd hebt om een quiz te maken op Kahoot, dan mag je natuurlijk. En dan gaan we gewoon doen met z'n allen. Dus, dat. Ik heb geen idee of het er drie zijn of 100. Ik denk niet dat er heel veel gaan zijn. Ik denk niet dat we 12 uur hier nog zitten om met de quiz te maken. Maar, ja. Ik weet dat Nimue, mijn zusje, een hele moeilijke heeft gemaakt. Echt een onmogelijke. Nimue heeft hem af. Ja. Eentje waarbij ik zelfs de antwoorden niet ga weten. Of ja, of dan moet ik heel hard nadenken. Ik weet niet. Maar het gaat grappig worden, denk ik. Dus oké. Okay. Oh, en ik heb gezegd, zet je quiz pas online zodra we ze gaan doen. En dat is dus vandaag. Dus als je quiz hebt gemaakt, kan je hem nu online zetten. Hey, Lara heeft een membership gegift. En hij is meteen doorgekomen. Yeah! Mara, gefeliciteerd. Oh, en Thea, gefeliciteerd met de zwangerschap. daar gaan we weer. Maar hij doet het. Hij doet het, kijk. Hij doet het. De euro, hij doet het. Woe. Oké. Ja. We gaan even... ik ga even Kahoot erbij pakken. Dus als je een Kahoot hebt gemaakt, dit is het moment om hem online te zetten. Om hem publiek te zetten, zeg maar. Gaat mijn BeReal nu af? Are you serious? Oké, nou dan ga eerst een BeReal maken. Jongens. Zeg eventjes hi tegen BeReal. Ik ben nog Kahoot downloaden. Het kan ook gewoon in Safari of gewoon je internet. Maar het is ook een app. Waarom kijk ik zo? Oké, anyways. Waarom kijk ik zo? Anyways. Daar zijn jullie. Dat is mijn bureau. Oké. Zo. Aha. Ik sta op Myrthe's bureau. Yay!
Natuurlijk. Iedereen die nu kijkt heeft en Be Real heeft, die zit nu ook Be Real te maken. Oké. Ja. Mijn Be Real is voortaan gewoon standaard dat ik op de bank zit en met mijn laptop naar jou kijk. Nice. Jee, ik sta op zoveel Be Reals. Oké. Ja, als je een als je een Kitta quiz hebt gemaakt, zet hem dan op publiek. Heet dat publiek dan? Hij komt weer door. Yes, Lara, lekker. Nice. En Rebecca, gefeliciteerd. Je hebt een membership gekregen. Ja. Oh, YouTube doet het weer. Openbaar. Dat is het. Openbaar. Zet hem openbaar. Ha. Ja. Had Attica nou nog een quiz gemaakt? Hoe krijg je zo'n membership? Door op de lidwordenknop te drukken. Van privé naar openbaar via instellingen. Ja. Zo zet je hem openbaar. Oh, mijn chat gaat snel. Ik ben er nu een aan het maken. Ik probeer snel te. Wow. Last minute. Last minute. Heb je zelf ook een Kahoot gemaakt? Nee. Nope. Die taak heb ik aan jullie een beetje gegeven. Misschien moet ik er wel in maken zelf. Ik krijg heel veel abonnees in één keer. Yeah. Luimammers, ja, ik weet het. Inderdaad. Wanneer ben je jarig? En dan kom je misschien achter vandaag tijdens de quiz. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik ook. Ik wil het wel goed doen. Het is wel awkward wanneer je slecht doet in een quiz die over jezelf gaat. Oké. Kijk, als je mee wilt doen, iedereen mag meedoen. Ga dan naar kahoot.it. Of gebruik de app, er is ook een app. Maar daar zijn we te lui voor. Of daar ben ik te lui voor, in ieder geval. Hi, Soep! Oh, ik heb speciaal mijn tijd van mijn telefoon hiervoor overgehouden. Oh, dat is lief! Oké, hoe gaan we dit doen? Wie gaat er als eerste? Wie wil als eerste de z'n quiz doen? Wat is een spelpin? Ik moet nog een quiz opstarten, joh. Mijn heet de Kitta quiz. Ik ga even zoeken op de Kitta quiz. Oh, ik heb er twee gevonden. Ze zijn allebei van 15 vragen. Eentje is een duplicate. Volgens mij maakt het niet uit welke het is. Of die van Nieuwe. Ik zie Nieuwe niet in mijn chat. Wat is de code? Ik moet hem nog opstarten, joh. Die van mijn zusje. Of gaan we die juist als laatste doen? Want dat is echt de ultieme quiz. Dat is de quiz. Oh, Nieuwe zit op het account van mijn moeder. Dus moeder van Kitta is eigenlijk zusje van Kitta vandaag. Even kijken. Ja, dan ga ik gewoon beginnen met die van Lara. Oh.
Ja, zijn we er klaar voor? Oh, horen jullie het al? Let's go! Ah, waar is mijn dingetje? Oh, hier. Oké. Mijn streamdeck doet het nog steeds niet. Maar kijk eens. Ik moet er zelf ook even in. Ik heb er zin in! Oh, jongens! nickname. Ik ben gewoon Kitta, zo. Oh mijn god, jongens. Oh mijn god! We zijn met zoveel! Zie dat nummertje! Damn! Zoveel! Er zijn ook echt met 436 mensen die de stream kijken. Oh my god. Oké. Okay. Oh nee. Nee, er komen nog steeds meer. Oké. Okay. Er komen nog steeds meer bij. Hoeveel kan Kahoot aan? Ik hoop dat hij niet crasht. Dit is trouwens inderdaad een mooie achtergrond. Dat is schattig. Het gaat maar door. Ik heb nog nooit zoveel mensen in één Kahoot gezien. Ik ook niet. Wow. Wacht, ik ga even scrollen door de namen. Oh my god, Ariana Grande zit in de quiz, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel Ariana Grande van mij weet. Oké. Okay. Ja? 340 mensen ongeveer? Nee, nog meer? 350? Ik heb ook 500 mensen die mijn stream kijken op dit moment. Dat is ook een record. Hallo allemaal. Hey. Het blijft maar doorgaan. Gaan we starten? Ja, nou, ik zit een beetje te wachten tot de stroom stopt. Ja. Kitta is een shock. Ik had niet verwacht dat we met zoveel zouden zijn. Ik had verwacht dat er wat meer mensen dan normaal zouden komen. Maar ik had niet verwacht dat we met 500 zouden zijn. Oh my god. Ik neem even een slokje ijsthee. Mensen kunnen tijdens de game nog joinen. Oh. Oh joh. Oké. Okay. Lara, voel je een beetje druk dat er zoveel mensen je Kahoot gaan spelen? Ik ga winnen. Ja, Lara, dat is niet eerlijk. Jij hebt hem gemaakt. Oh. Als Lara wint, dan is de winnaar degene die op de tweede plek staat. Maar ik moet in de top 5 komen, toch? Dit is een quiz over mij. Oké. Okay. Ik ga hem gewoon opstarten. Wat is de code? Hij staat daar in het scherm. Heel groot. Ja, we gaan starten. We gaan starten. Of wachten we tot de 400? Ik wacht even tot hij de 400 raakt. Dan start ik hem. Nog 2. 2. 3. 2. 1. Ja, 400. Let's go. Wat kan je winnen? Helemaal niks. Je komt in het scherm te staan. Dat ga je winnen. Oké, okay, let's go.
In welk land woon ik? Oei, wat een moeilijke. Deze wil ik echt niet. Wat zijn die antwoorden? Oh my god. Ja. Nou, die ging best goed. Creachick staat bovenaan. Oké. Okay. Attica is twee. Ik. Sta ik op de. Ja, dit ben ik. Dit is. Ik geloof wel dat het Attica is. Maar ik denk niet dat Maris er is. Haha, dat rijmt. Maar ik heb Maris niet in mijn chat gezien. Dus ik ga ervan uit dat dit een neppert is. Heeft Kitta een broer? Hoe sneller je antwoordt, hoe meer punten je krijgt. Tenzij het fout is, natuurlijk. Maris is er niet. Nee, precies. Mogen we Joost meetellen? Ik denk het niet. Nee. Alright. Attica! Oh! Ik sta achter Attica. Ik sta achter Attica! Hoe beschrijft Kitta haarzelf? Op zich? You know, op zich? Ik bedoel, ik weet wat ik ooit heb gezegd. Ik heb geen idee wanneer ik dit heb gezegd. Maar ik weet ook dat ik het ooit heb gezegd. Maar ja, vleermuis en vlinder. Maar op zich, vlinder en kat past ook wel. Past ook wel. Dus ja, mensen die blauw hadden. Ja, niet slecht, niet slecht. Oh, Attica staat nog steeds bovenaan. Ze had tegen me gezegd, hè. Oh, hoeveel heb ik mijn haar... Hoe vaak heb ik mijn haar geknipt in een video? Ligt eraan. Is dit een strikvraag? Nee, ik denk het niet. Moment. Ik ga mijn hoofd even wat lager zetten, zodat jullie de vraag kunnen lezen. Zo. Drie keer! Nee. Ik dacht misschien één keer omdat de andere keer de kapper het had gedaan, maar... Of heb ik het wel twee keer zelf? I don't know. Twee keer. We houden het op twee keer. Oh, Ninaatje is naar boven. Damn. Waar of niet waar? Ik heb mijn eigen huis. Is dit ook een strikvraag? Ik weet het niet zeker. Oké. Het is technisch gezien een appartement, maar ik noem het een huis omdat het een groot appartement is. Ik vind het een huis. Huis genoeg. Nee! Oh, ik moet niet zo... Oké. Oh. Ninaatje en Emma hebben me ingehaald omdat ze sneller hebben geantwoord. Ik moet gewoon sneller antwoorden. Geen huis en appartement. Ja, I know. Maar, deze weet ik. Het zijn lastige vragen omdat ik niet precies weet hoe ik ze moet interpreteren. Ik heb inderdaad een dak boven mijn hoofd. Ja. Ja, maar precies. Het is alternatief. Maar op zich klopt alles wel, maar als je hem echt... Het is niet... Het is, ja, het zou of alles zijn of alleen alternatief, zou ik zeggen. Want dat is een beetje hoe ik het omschrijf. Het is gewoon mijn kledingstijl is alternatief, omdat ik zoveel verschillende dingen draag. Alright. Oh, best wel veel mensen die fairycore zeggen. Dat snap ik wel. Ja, snap ik wel. Oké, ik sta weer op de tweede plaats. Alright. Attica, ze had letterlijk van tevoren gezegd, hè. Maak je klaar om ingemaakt te worden.
Letterlijk. Letterlijk. Welke opleiding... opleiding. Welke opleiding doe ik nu? Ik ben benieuwd hoeveel van jullie deze goed hebben. Oké, okay, ik schep dus te vaak op dat ik geen school heb. Funny. Dat is funny. Als je nou... Als je, by the way, nu ineens in de stream komt en je wil meedoen. Je kan nog meedoen. Je hebt hier rechtsonder de spelpin. En die kan je gewoon invullen en dan kom je er halverwege in. Kan je waarschijnlijk niet meer winnen, maar alsnog. Waarom ben ik gestopt? Oep. Ze is ervan getrapt. Oranje. Oh. Ja, het is geel. Nee. Ja. Het is waar. Ik kon het gewoon niet combineren met YouTube. Dus ik heb gekozen voor YouTube. Kom op, kom op, kom op. Waarom is Attika zo snel? Heeft Kitta twee zussen? Wel of niet? No, ik ga steeds meer achteruit. Ik kan Attika maar niet inhalen. Ah. Ja, ja, ja. Het is alleen niet meer mee. Ja. Ik heb verder... Wel. Ja. Jamila en Meli. Maar dat zijn mijn nichten. Onze nichten. Dus, maar één zus. We zijn met z'n tweeën. Attika is niet meer in te halen. Nee. Welke kleur is nog nooit in mijn haar geweest? Ja, dat klopt wel. Oké. Ik moest even denken. Ik moest even denken. Ja, ja, ja. Hoe ver ben ik? Sta ik nog? Attika gaat winnen. Attika gaat gewoon winnen. Beige, ja. Ja, eigenlijk, ja. Eigenlijk wel. Oké, okay, hoeveel abonnees heb ik op mijn main kanaal? Dat weet ik! Waarom moest ik er zo lang over nadenken? Oh, het is slecht. Oh, dat is een slecht. We zijn met 600 mensen die de stream kijken. Hallo, 600 mensen die mijn stream kijken. Als je wil meedoen, kan nog. De spelpin staat rechts onderin. En die moet je gewoon invullen bij Kahoot. Kahoot.it. Attika heeft gewoon 10.000 punten. Ja, zeg. Oh, waar of niet waar is pastelblauw mijn favoriete kleur? Deze heb ik heel snel kunnen antwoorden. Deze is makkelijk toch? Toch jongens? Deze is makkelijk. Deze muziek is echt de vibe. Ja hoor, zeker. Ik heb jaren getraind hierop. We zien het. Oh, hey, ik heb nu ook 10.000 punten. En Creamel. En Moutje. En Elske. We gaan wel echt heel lekker. Jullie weten veel. Oké, wat is de laatste video dat ik heb geüpload? Oh! Welke van deze heb ik het meest recent geüpload? Dat is het meer. Oeh, ik heb het goed. Oké.
Ja, hij klopt niet helemaal, omdat ik inmiddels alweer geüpload heb. Maar ja, qua volgorde is het wel. Kan je het antwoord wel eruit halen? Dus ja, de nagellak. De nagellakvideo. Ben je wel goed op tijd begonnen met de quiz te maken, Lara? Had je niet opgelet dat je al geüpload hebt? Ja, kijk, dit soort tijdsvideo's die gewoon veranderen met de tijd zijn gewoon lastig voor Kahoot. Waar of niet waar? Is Kit haar make-up gevorderd in de laatste maanden of jaren? Ik hoop van wel. Check even mijn make-up. Check even. Oh joh. Ik heb er eigenlijk niet zo heel lang over gedaan vandaag. Is dit beter dan een jaar geleden? Zeg ja. Zeg ja. Zeg ja. We gaan terug. Yeah. Oké. Ja, dat was het. Ah, dik lof bij Kitta en die nu kijken en wie er gewonnen heeft. Groetjes van Lara. Goed gedaan, Lara. Applaus. Applaus voor Lara en haar fantastische quiz. Bedankt voor je quiz, Lara. Ik vond hem leuk. Ik vond hem leuk. Nou. Rara, wie heeft er gewonnen? Oh, de derde plaats. Screamo. Yeah. De tweede plaats. Attica. Iedereen applaus voor Attica. En op de vierde plek, Elske. En op de vijfde plek, Elisa. Was het Elisa? Yeah! Goed gedaan, jongens. Ik zag echt in de chat, ik stond op de 16e en nu sta ik 24e of zo. Dus dat betekent dat jullie echt gewoon heel dicht bij elkaar stonden. Het was erg close. Goed gedaan, jongens. Snel nog één. We gaan er meer doen, we gaan er meer doen. Ja. Oh, dat was leuk. Oeh, dit zijn de moeilijkste vragen. Deze had maar 19% juist. Die was ook wel lastig. Ja. Ja. We gaan er nog één doen. Wie is de volgende? Wie is de volgende? Hoe kan je meedoen? Je gaat naar Kahoot.it of de Kahoot-app. Werkt allebei. Soep heeft erin gemaakt. Alright, als je er een hebt gemaakt, zet de titel ervan in de chat. Even kijken. Even zoeken. www.kahoot.it. Ja, precies dat. En Lara heeft weer een membership weggegeven. Wie is het? Loes Bos! Yeah! Oh, ik ben zo blij dat het werkt. Oh! Ik ben zo blij dat het werkt. Zonder www? Oké, dus gewoon kahoot.it. Ja. Gewoon kahoot.it. En dan vul je de code in die je straks krijgt. En dan kan je meedoen. Kitta is Litta quiz. Serieus? Oh. Is verkeerd. Dabla Kafla. Dit is jouw quiz. Damla's quiz. Ik loop vast. Oh jee.
Alright. Oh my god, dit is zo grappig. Dit is zo leuk. Ah, ik vul het verkeerd in. Oh, ik doe het echt helemaal verkeerd. 5, 5, 2, 3. Jullie zijn sneller dan ik. Terwijl ik een voorsprong... Terwijl ik een voorsprong heb. Oké. Ja? Deze nickname is al in gebruik! Wie was het? Oh! Oké, ik zit erin als Adinda. Ik ben dus niet Kitta. Ik ben Adinda. Ik ben ook geen Kitta DIY. Je moeder zit erin. Er zijn heel veel Kitta's. Kijk, daar ben ik weer. Oh, waar ga ik? Waar ben ik? Ik ben weg. Justin Bieber! Oh my god! Justin Bieber zit met een quiz te spelen. Ah, Nieuwe's vriendje zit erin. Ja. Oh, kijk, dit ben ik niet. Eminem. Eminem zit erin. It's corn. Billie Eilish. Ja, ja. Billie Eilish zit erin. Ik heb allemaal celebrities. Wat is de code? Dit is de code. Dit is de code. Waarschijnlijk kan je zelfs... Oh mijn god. Oh mijn god. Hier, nou kijk. Hoef je niet eens iets in te typen. Je hebt meteen een QR-code. En Noompi. Bedankt voor het worden van member. Yes. Dikke promo voor Kahoot. Ja, ik vrees het wel. Maar het is gewoon te handig. Het is gewoon zo handig. Alright, hoeveel mensen zijn we? 430. We zijn met 430 mensen. Harry Styles! Ah, K3! Ik ga hem gewoon starten. Ja, ik ga hem starten. Oh! Kitta is Litta Quiz. Let's go! Hoe heet ik? Oh, ik heb het van tevoren... Heb ik het voorgezegd. Want dit is hoe ik in de quiz zit. Omdat iemand Kitta al had. Nou, dat weten jullie wel, toch? Waarom staat er geen agenda tussen? Inderdaad. Nou, perfect, jongens. Perfect. Kijk. Prachtig. Attica! Ah. Oh! Anyway, haar boyfriend staat hier op nummer 5. Dat is 5, toch? Ja, 5. Ik kan tellen. Kitta heeft een zusje genaamd Attica. Waarom deze foto? Attica mag niet meer meedoen. Ah! Ja, zeg, nu heb ik het fout! Oh! Ik wist niet dat we aan het meme waren. Klopt niet. Klopt niet. Waar? Nee, is niet waar. Dit is een grap. Maar nu heb ik het dus fout. Ik ben single. Nu weet ik niet of ik waar of niet waar moet invullen. Oké. Okay. Jessie doet de deur dicht. Gaat Toetje niet leuk vinden. Misklikt. Oké. Deze was wel serieus. Alright. Ah! Nu is vriendje het bovenaan! Oh my god. Gaat hij nou boven mij staan? Dat kan ik echt niet. Nee.
Dit kan ik echt. Nee! Nee, ik kan het echt niet hebben dat niet meer een vriendje boven me staat. Nee. Ik sta op de 36e plaats. Nee! Oké, Attica heeft hem ingehaald. Oké. Oké, nu vind ik het oké. Hoe heet Kitta's Litta op YouTube? Oh, over mij gaat het nog. Oké. Ik dacht dat het over de maker ging. Of... Nee, dat doesn't make sense. Oké. Hoe heet ik op YouTube? En niet deze YouTube, mijn andere YouTube. Henk. Ja, wat is er met Henk? Altijd staat Henk ertussen bij dit soort vragen. Henk. Altica is onverslagen. Is Jamila Kitta's nicht? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb echt... Al deze dingen heb ik gewoon van tevoren voorgezegd. Anyways. Henk, het is altijd Henk. Henk is een legend. Eieie. Alright. Attica staat nog steeds boven. Kitta heet zo juist omdat ze kittenlover is. Wat wie? Dat tongetje! Deze foto! Ja, dat is hoe ik origineel op de naam ben gekomen. Kat geobsedeerd. Nog steeds een beetje kat geobsedeerd. Ja. Ja, ja. Wat voor huisdier heeft Kitta? Al lang niet meer hoor. Ik heb alleen Toetje nog. Deze klopt niet. Wat? Oké, nou deze ook. Ik had wandelen. Het was een bitspringhaan, maar dat is dus. Ja, Peridot is er niet meer. Maar de kat. Kat dus. Ja, dit betekent dus kat. Damn. Oh, ik sta op de 77e plaats. Oh nee. Oh, dat is niet goed. Ja, nu weten we wat een KitKat is. Mijn lesje op de 97e. Oh jee. Oh jee. Het gaat helemaal fout. Ik faal mijn eigen quiz. Ah. I know. Nou, zoals ik net zei, Toetje. Oh, dit is de laatste. Ik heb 3 broers. Deze heb ik echt heel snel aangetikt. Nu moet ik echt omhoog schieten, right? Nu ben ik top 30. Right? Tony? Nee, niet Jesse! Tony! Gekkie. Nou, op de derde plaats hebben we mevrouw Appelsap. Gefeliciteerd, mevrouw Appelsap. Op de tweede plaats... Annie Meini. En op de eerste plaats... Attica! En Sally en Hanna op 4 en 5. Ja, wat? You said my name. Dat je niet mijn broer bent, zei ik. Oh. Jesse kan binnenlopen. Deze was lastig. Maar deze klopte nog niet. Die klopte niet. Alright. Ja! Let's go, next! Ah.
Lastig spel, geef nooit op. Ik weet niet hoe ver ik ben gekomen. Het was geen top 10 in ieder geval. Even Kahoot.it opnieuw invoeren. Alright. Hey, toetje. Oh, toetje in het gordijn. En toetje weg. Toetje weg. Mijn quiz. Kitta's official fan quiz. CLG power. Ik heb hem niet gevonden. Uh-oh. Even kijken of ik hem goed heb getypt. Oh, Dan quiz. Wacht. Met een D? Nee! Nee, ik kan het niet vinden. Ajajaj. De Kitta quiz van Mees. Wacht. De Kitta quiz. Hoeveel zetten? Dat zijn er 4. Kan ik ook niet vinden. Hij kan niet online. Weet je het zeker? Kitta DIY quiz. Indra! Yes, 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 yes. Alright, hoe gaan we de quizzen online zetten? We hebben muziek die je kan gebruiken! Yeah! Yes! Ontloop die copyright. Met goede muziek. Ja, even... hoe zet je een... quiz openbaar? Dat is een beetje een dingetje, want hij moet wel openbaar staan. Dus als je quiz bewerkt... Kan je waarschijnlijk ergens van privé naar openbaar zetten. Ga naar instellingen, klikken van privé naar openbaar. Dus bij instellingen moet je zijn. Rechts onderin. Je moet boven de 16 zijn om openbaar te zetten. Oh. Dat wist ik niet. Ja, dat maakt het wel lastig. Oké, ik ga hem... we gaan gewoon Indra's... quiz spelen voor nu. Misschien kunnen we een manier omheen bedenken. Oké. Weer iemand die Kitta heet. En iemand die Adinda heet. Haha, ik ben binnen als agenda. Let's go. Ik kan iemand eruit gooien door op de naam te klikken. Moet ik er iemand uitgooien dan? Oh, als in dat ik, dat ik mijn eigen naam kan. Maakt niet uit. Ik ben gewoon agenda. Weten we dat?
Ik maak nu een quiz, wil je die zo ook doen? Als die op tijd af is, tuurlijk. Zeker. Attica is real Attica, omdat Attica al ingenomen is. Oh. Ik heb de muziek op het hardste gezet. Als hij zacht is, dan ligt het aan de quiz. Dan ligt het aan Kahoot. We zijn met 400. Misschien kan ik je een link sturen of zo, maar I don't know. Dan, Niemeyer had me een link gestuurd naar haar quiz via e-mail. Maar dan kan ik er alsnog niet in. Dan kan ik hem alsnog niet gebruiken, omdat hij dan alsnog privé staat. Helaas. Misschien kan je je leeftijd wijzigen in je account? Gewoon heel even liegen? Alright, we zijn met 450 mensen. Ik ga hem gewoon opstarten. Let's go! Ja, probeer je leeftijd te veranderen. Even 16 ervan maken. Of je moet zeggen dat je leerkracht bent. Oh, oké. Okay. Hoeveel huisdieren heb ik op dit moment? Ontelbaar. Ontelbaar. Ik ben eruit, ik doe wel mee met die van je zusje. Alright, alright. Nee, niet ontelbaar. Ik sta derde, yeah! Waar of niet waar? Ik heb even ooit een video gemaakt over dat ze haar zelf als elfje ging tekenen. Ik ben super snel, jongen. Ik ben zo snel. Ik ben snel. Ik kan niet meer in mijn Kahoot kijken, want ik ben mijn wachtwoord vergeten. Oei, kan je dat niet aangeven? Dat je je wachtwoord bent vergeten? Allemaal liegenaars, oh. Hey! Ik sta bovenaan. Ik win mijn eigen quiz. Let's go. Was het langste dat ze heeft gestreamd? Dat is... Is dat het langste? Really? Dat is nieuwe informatie voor mij ook. Ja, ik ben wel over de 5 uur gekomen een paar keer. Hehehe. Oh! Iris! Nee! Iris heeft me ingehaald. No! Hoe heet de kit als eerste kat in haar Minecraft-wereld? Nou, dat weet ik! Oh, dit is echt een leuke vraag. Deze is echt een leuke vraag. Zeg maar... Een beetje heel specifiek, maar wel leuk. Ja, het is Milky Way. En Milky Way is tragisch overleden door een creeper. Het was heel zielig. Het was heel sad. Eigenlijk horen creepers weg te lopen van katten, maar... Deze heeft hem opgeblazen. Rust in vrede. Rust in vrede, Milky Way. En ik sta nog steeds tweede. Nou. Ah. Hoe ging Milky Way dood? Ik moet echt mijn mond houden. Ik zeg alles voor. Oh my god. Oh. Oeps. Sorry. Niks meer zeggen.
Zip. Sinds wanneer begon ik met mijn haar te verven? Het was inderdaad in 2020, tijdens coronatijd, dat ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon mijn haar verven. Het was in april? Oh, ik dacht dat het juli was. Oeps. Ik dacht echt dat het juli was. Nee, het was in april. Oh, ik heb een fout. Nee. Nee! Nee, ik sta op de 11e plaats. Nee. Iris staat gewoon bovenaan. En Inge staat op de 2e plek. Melissa staat gewoon op de freaking 4e plek. En Sophie op de 5e. En Isolde, Alana, damn, jongens, jullie gaan echt goed. Jullie gaan hartstikke goed, faalt weer haar eigen. En bedankt. En dan... Hoe heet Casper? Hoe spel je het? Ja. Dit heb ik in de stream gezegd. Nee, misgeklikt. No! Henk. Henk. Niet meer mee! Niet meer, je staat op de leaderboard. Oh. Hoe heet deze altijd jarige vleermuis in Such Art? Deze naam hebben jullie hem gegeven. Jullie moeten dit... Jullie horen dit te weten. Henk. Stop! Henk! Oh, ja, waarom staat er geen Henk tussen? Ik sta op de 4e plaats! Yeah! En nu is van de leaderboard. No! Wat zijn de coördinaten van mijn huis in Minecraft? Oh nee. Ja, ik heb hem goed, denk ik. Dit is... Het is echt hilarisch hoe specifiek deze vraag is. Ik vind het fantastisch. Dit is van... Nee, ik heb het fout! Nee! Hoe hebben de meesten van jullie deze goed? Hoe dan? Nee! Hè? Hoe weten jullie dit? Goed! Oké, het was dus een gok. Ik dacht echt dat het rood was. Oh, nee. Ik sta op de 10e plek. Oh, daar ga ik. Oh. Joe. Daar ga ik. Oh, nee. Welke challenge heeft Kitten gedaan uit deze 4 antwoorden? Bam. Ja, oké. Okay. Ik deed daar veel te lang over. Kom op, ik moet sneller antwoorden. Maar ik wil ook niet misklikken. Deze weten jullie wel, toch? Deze weten jullie wel. Ja, die weet ik. Oké. Lise weet hem. Jullie weten hem. Ja. Misgeklikt. No. Baba girl. Ik sta op de 9e. Ik ben niet echt... Ik ben niet echt ver gekomen. En CreaChickenL heeft gewoon 3 juiste antwoorden op een rij. Hey. Nice. Was de titel van Kitta's 3e video? Dat onthoud ik toch niet? Oh my god. Heb ik hem goed? Ik heb hem goed! Ik heb hem goed! Oh my god, dat was echt een gok dit. Deze naam, het zijn echte video's. Het zijn echte video's. je kan het checken. Het zijn allemaal video's. Ik wist wel dat het niet de Finfin Mermaid Tale swimming video was. Want die kwam een stuk later. Maar de andere 3 zijn echt in mijn early stage YouTube era.
En dan is het een beetje gokken. Ik dacht niet dat het Galaxy shirt was. Die was. Jawel. Ja, het was dus serieus een papieren bekertje waar je dan een draadje aan hangt. En dan kun je er zeg maar. Kun je er kippengeluidjes mee maken. I'm not kidding. Dat is serieus wat de video is. Oké. Je kan er serieus naar gaan zoeken. En een Cat Galaxy shirt. Ja, die heb ik ook zeker gemaakt. Ja. Die heb ik nog steeds in mijn kast hangen. Dat is echt. Mijn. Oké. Ja, I know. Dat was echt lang geleden hoor. Maar dat Cat Galaxy shirt, dan, ja, dat kan je natuurlijk niet wegdoen. Dat is echt het begin van je YouTube carrière. Oh, niks veranderd. Oh jawel, oké. Okay. Ik sta vierde. Oh jongens, ik sta vierde. Oh god, ik sta achter Ariana Grande. Hoe oud is Toetje? Ik hoop dat ik het online goed heb verteld. Want ik heb laatst nog in haar paspoort gekeken. Om haar leeftijd te zien. Want ik wist niet wanneer ze wat er verjaardag is. Maar nu weet ik dat. Oké, het is goed. Het is goed. Ze is 7. Ze is 7. Ik sta nog steeds op vierde plaats. Oh. Uniform heeft ook 3 juiste antwoorden op een rij. Nice. 13 van 15. Ze heeft ooit een Bob Ross tutorial gevolgd op haar nagels. Zo. Dit is echt een leuke video. Ik bedoel... waarom gaf ik het weg? Nou, ik wou er gewoon iets over zeggen. Wat slecht. Wat slecht. Maar ja, dit is echt een leuke video. Dat had ik echt moeten zeggen nadat het antwoord kwam. Maar ja, het is een leuke video. Bob Ross op de nagels. Erg cool. Was erg lastig ook. Niks veranderd. Alright. Bruh. Mijn favoriete eten. Ah. Oh my god. Die komt nog van mijn story van... Zondag. Ik wou gisteren zeggen, maar het is alweer woensdag. Joeps. Ik moet gewoon een praatverbod. Maar ik ben de streamer! Ik moet juist praten. Dan ga ik te veel praten. Goed soep. Ik hou van alles hier. Maar sushi is mijn favoriete. Oh ja. Goed soep. Dat is ook. Ik hou ook heel erg van soep. En spaghetti. Oh, je kan me altijd blij maken met spaghetti. Pizza is ook lekker. Maar ik hou meer van spaghetti dan van pizza. Ja, ik zeg het. Ik heb het gezegd. Iris staat nog steeds bovenaan. Hallo staat op nummer 2. Baba Girl Kitta staat op de 3e. Ik sta op de 4e. En Demonia Shoes op de 5e plek. Nice, jongens. Is Kitta het nichtje van meisje Jamila? Is een strikvraag, want meisje Jamila is verkeerd gespeld. Het is geen strikvraag. Het is gewoon verkeerd gespeld. Oké. Jamila is met 1 L, jongens. Schandalig. Oeps. Alright. Nee, ik sta op de 5e. Nee, toch? Hallo, staat op nummer 3. Baba Girl Kitta op nummer 2. En op nummer 1 hebben we... Iris. Gefeliciteerd, Iris. En op nummer 4, Ikke. En op nummer 5, Demonia Shoes. Hey, goed gedaan, jongens. Hartstikke goed. Freaking nice. Ik heb een Kahoot gemaakt, maar ik kan het niet openbaren. Kan je misschien starten? En dan kan ik hem misschien starten en dan laat jij de code zien. Dat werkt niet, want iemand moet
dit scherm laten zien. Anders dan zit ik hier zelf te spelen en ziet de rest van de mensen die de stream kijken de vragen niet, snap je? Dat werkt niet. Helaas. Als het zo kon, zou ik het zo doen, maar dat werkt gewoon niet. Deze had echt wel lastige vragen. Deze was echt wel lastig. Goed gedaan. Even een applausje voor Indra, was het. Goed gedaan. Goeie quiz. Applaus. Yes. Hey, Lani DIY, gefeliciteerd met je membership die je hebt gekregen van Lara. Yeah! Yes, 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 yes. Ik heb Kahoot gemaakt, maar ik weet niet hoe ik hem openbaar moet zetten. Als het niet lukt om hem openbaar te zetten omdat je onder de 16 bent. Want blijkbaar als je onder de 16 bent kan je hem niet openbaar zetten. Probeer je leeftijd te wijzigen in je profiel. Of probeer je profiel te veranderen naar een docent. Dat is tenminste waar mijn chat mee kwam. En ik hoop dat het dan werkt. Dat je hem dan openbaar kan zetten. Naken. Mijn quiz Kitta DIY Live van Sophie. Oh my god, jongens. Nope. Ik heb hem niet gevonden. No. Moet ik hem met hoofdletters doen? Even proberen. Nee, nog steeds niet. Dang it! Kitta is cool. Is dat een quiz? Of gewoon een statement? Ik kan hem niet vinden in ieder geval. Oh no. Ik was 14 uur door de strikvraag. Oh. Kitta DIY quiz 100% impossible. Really? Zo, oké. Okay. Ja! Die van Soep. Let's go! We gaan de quiz doen van Kuppensoep. Mooi muziekje. Het is heel kort. Het is maar 7 vragen. Maakt niet uit. Ik voer hem verkeerd in. Er zit weer een Kitta in. En een Adinda. Gaan we niet vertellen dat er ook een agenda in zit. Ja, er zit ook een agenda in. Oké, okay, Adidas. Ik ben Adidas, jongens. Probeer mijn naam maar te stelen. Ik heb er 100 variaties. Hij is klaar, maar ik ga eten. Ben je daarna nog misschien nog live? Anders kijk ik terug. Ik ben daarna waarschijnlijk nog live. Ik denk het wel. Adidas, ja precies, dat ben ik. Nog een Adidas! Ik ben Adidas zonder een punt. Dit ben ik niet. Dit ben ik. We zijn met 300. Alright. Oeh.
Mijn keel, jongen. Ik moet straks even een glaasje water pakken. Erg dit. Oh, ik heb het warm. Alright. Ik ga hem starten. Ik heb een quiz gemaakt, hij is kort, maar hij heet Kitta Quiz. Alright. Als we deze hebben gedaan, komt het... ja, zet het even nog een keer in de chat straks. Ik ben wel van plan om echt alle quizzen te gaan doen vanavond. Lukt wel toch? Toch? Ja toch? Jawel toch? Pas wel. Oké, ik ga hem starten. Let's go! 100% onmogelijk. We zullen zien. Wie is dit? Wat is dit? Soepot is dit? Waarom? Ik heb hem goed ook nog. Wat gebeurt hier? Oké. Interessant soep. Gotta use my skills, you know. Ja. Maar je skill is tekenen. Ze heeft meer skills. Dit is één van de skills. Oh, ik sta op de 25ste plaats. Oké. Waar of niet waar? Dit is Adinda's oudere neef. Oh, dat zou zo fout zijn. Oh, nee. Soep, wat is dit? Soep. Soep. Iedereen die hier waar heeft gezegd. Dit was Jesse. Dat is mijn vriendje. Oh mijn god, nee, dat is niet mijn neef. Nee, zeg ik wel soms voor de grap. Wanneer mensen zeggen, is dat je vriendje? En dan zitten we zo hand in hand, knuffelig te doen. En dan zeg ik zo, nee, dat is mijn neef. Voor de grap! Heel professioneel, ja. Ik zie het. Ik klikte ernaast. Oké. Alleen dat excuus is dat mag. Van wat heeft Adinda een tatoeage? Welke van deze tatoeages is echt, jongens? Haha. procent onmogelijk deze quiz. Misklik? Ja. Dat zal wel. Mhm. Stoeptegel. Oh ja, jongens, ik sta er gewoon twee keer in. Als Adidas en als Kitta. Let's go. Oh, Toetje. Ik moet de deur open doen voor Toetje. Ik ben zo terug. Arme Toetoet. Zit de deur niet ver genoeg op een kiertje? Dit is toch geen kiertje waar je doorheen kan? Kijk. Het kiertje was niet groot genoeg. Dus de deur stond dicht. In haar beleving. Iris niet vals spelen. Nee, deze quiz is 100% onmogelijk. Casper is uit het raam gevallen en gestorven. Casper, mijn cactus dus. De cactus. Het is niet waar, want hij leeft nog. Hij leeft nog. Inderdaad. Ja, Toetje had hem het raam uitgewipt. Het was heel dramatisch. Hij lag op de grond.
Beneden. Op de tegels. Gebroken potje. Het was heel zielig. Maar hij leeft, jongens. Hij leeft. Lang leven, Casper. Oh mijn god, jongens. Ik sta gewoon 3 keer op de leaderboard. Check dit. Yeah. Ik ben de grote winnaar vandaag. Wanneer is Puffy de vleermuis jarig? Heel toevallig dit. Heel toevallig. Ja. Alles is goed hier, toch? Kom op. Hey Soep, dit klopt niet, hè? Alle antwoorden zijn goed. Want hij is ook jarig op 1 april. En hij is ook jarig op december. En hij is ook jarig wanneer ik jarig ben. Ik ben dom. Oh. Oh. Maar ja, altijd dus. Altijd. Gefeliciteerd Puffy de Vleermuis met je verjaardag! Yeah! Puffy is jarig! Iedereen zegt in de chat, gefeliciteerd Puffy. Het is Puffy's verjaardag vandaag. Ja. En Tanja staat bovenaan. Iris staat op de tweede en ik sta op de derde. En Kitta staat op de vierde en Kitta staat op de vijfde. Deze naam. In de volgende quiz moeten we allemaal een variatie zijn van Henk. Ja. Adina is een model. Wel, dat ligt eraan. Ja, oké. Ja, weet je, wat is een model? Is niet echt zwart op wit. Ik ben niet meer ingeschreven bij een modellenbureau. Maar op zich zou ik wel... Nou, ik doe geen modellenwerk. Oké, het is niet waar. Alright, het is niet waar. Het was waar. Het was waar, het was ooit waar. Maar niet meer. Nee! Kitta's van de leaderboard af. No. Hallo Caroline Vaas. Je staat op nummer 5. Kitta is stiekem de imposter. Soep, wat is dit? Soep. Soep, waarom deze foto? Niet stiekem. Ah. Oh, ik heb hem al goed. Op nummer 3. Adidas, dat ben ik. Yeah. Dat ben ik serieus. Iris op nummer 2. En op nummer 1, onze grote winnaar van de Impossible Quiz, is Tanja. Gefeliciteerd, Tanja. Applaus. En de finalisten, Caroline en Kitta. Applaus, applaus. Goed gedaan. 100% impossible. Ja. Yeah. 100% impossible, maar elke vraag werd door de meeste spelers juist beantwoord. Anyways. Next, dit is zo leuk. Ja, eens. Dit is heel grappig. Dit is zo grappig. Ah! Kitta quiz. Kitta. Wat is dit plaatje? Alright. Kitta quiz van Elise. Ik ben ze van plan allemaal te doen, hoor. Ik ga lekker tot... lekker laat door. Als het moet. Maar we gaan gewoon, ik ben van plan ze allemaal te doen. En dan, als het echt laat wordt, dan gaan we vrijdag. Vrijdag? Vrijdag. Dan gaan we vrijdag verder. Joh.
Nee, Adidas is bezet. Oh, wacht. We gingen Henk doen. Ik ben Henk. Henk met 2 K's. Henk met 3 K's. Oei, Henk met 4 K's. Oh no! Henk met 5 K's. Henk 2.0. Henk. Miss Henk. Henk zijn bestie. Henkie. Ik ben Henk met 5 K's. Henk, Henkie Honk. Henkje. Henk zijn vriend. Henkie. Mijn opa Henk. Hankie. Henkies. Henk je bestie. Henk's buurman. Hank. Hank. Henk. Hashtag Henk. Hottie Henk. Henk je neef. Henk. Henk zesde kat. Henk de king. Oh my god, Henk de tank. Henk bal. Oh my god. Henk de shank. Henk's advocaat. Henkie Styles. Henk en Henny. Sugar Daddy Henk. Ha. Oh, ik heb kramp in mijn gezicht van het lachen. Oh my god. Ik heb het zo warm hier. Hank de Smasher. Henk de Horse. Oh my god. Oh, is het de haar in mijn mond? Henk je oppas. Papa Henk. Oh nee, papi Henk. Henkosaurus. Henk de Shank. Ik kom niet meer bij. Oh my god. Henk, je weet zelf. Honk. Oh my god. Henko. Ik ga hem starten. Jullie komen er wel bij. Het lukt jullie wel. Henk de Steen. Oeh. Oh. Ik kom niet bij. Ik heb het zo warm. Oké, komt-ie. Hoe oud is Kitta? Het zijn maar 5 vragen. Hoe oud is Kitta? Ah! Als je deze fout hebt, hè. Als je deze fout hebt. Ik ben Henk het elfje. Ah! Ik zweer als je deze fout hebt. Inderdaad. Oh god, jongens. Ik sta 3 punten achter Henk de Bink. Slaying Henk. Henk. Oh, de originele Henk staat gewoon 4e. Oh my god. Gewoon Henk. Heeft Kitta huisdieren? Oeh. Melissa staat achter yoga-leraar Henk. Ik ben dus de OG Henk. Ik heb al gewonnen dus, inderdaad. Iris is Henk. De echte Henk. Slaying Henk staat bovenaan. Oh my god. En ik sta 6e.
Damn. Hoeveel abonnees heb ik? Ja. Bam. Hebben we dit onthouden, jongens? Want dit kwam eerder ook nog in een vraag. Ik sta achter Henk zijn oma. Oh, dit is echt hilarisch. Oh, ik sta 22 punten achter Henk. Maar, vierde plek. Kijk eens. Slaying Henk. 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 En Henk. Ik sta achter Henk de potvis. Ah. Oh my god. Ja, ik ben dus Henk met 5k's. Dit ben ik. Dit ben ik. Nee, serieus. Dat ben ik. Dat ben ik. Waar of niet waar? Heeft Kitta 2 accounts op YouTube? Dat is eigenlijk niet waar, want ik heb... Oh, nu zeg ik het voor. Ja, maar het is dus... Ik heb 2 publieke accounts. Maar technisch gezien... heb ik er 3. Want ik heb er 1 die privé is. Is gewoon fijner om een privé account te hebben, want dan kan je gewoon comments achterlaten zonder dat mensen denken, ze is beroemd. Dat is stom. Slaying Henk heeft gewoon 4000 punten. Dat is echt het hoogste wat je kan halen volgens mij. Dat is letterlijk het hoogste wat je kan halen. Slaying Henk is hard aan het slayen. Kijk naar ons. Kijk naar ons. Eigenlijk winnen we gewoon allemaal omdat sowieso een Henk gaat winnen. Ik ben trots op ons. Ja. Laatste vraag. Heeft Kitta haar eigen huis? Het is hoe je een huis defineert. Ik sta nu samen met Henk 1 op dezelfde plaats. Ah. Kitta, doe mijn quiz, de Henk quiz. Serieus? Nee, serieus? Alright, alright. Op de derde plaats hebben we Henk. Ja. Ja. Ach, dat ben ik. Op de tweede plaats hebben we Henk. En op de eerste plaats hebben we Henk. Slaying Henk. Oh my god. En op de vierde plaats hebben we Henk. En op de vijfde plaats hebben we Baba Kitta ofzo. Dat ben ik ook. Nee. dit is prachtig. Kijk dan. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Oh. Ik ging inderdaad water pakken. Ja. Oké. Okay. Alright. Oeh. Lara, heb je nou serieus nog een quiz? Dat meen je niet. Dat meen je niet. De Kitta quiz door mij. Oké. Even opzoeken. 11 vragen. Alright. Tony! Let's go! Tony heeft 5 memberships gegift. Yeah! Wie zijn... En ze worden meteen weggegeven! Oh, dankjewel, YouTube. Oh, dit is echt... Dit is heel fijn. Oké, dus de Purple Elephant. Tessel. Jorike. En Emily. Go. We missen er nog één. 1, 2... 3, 4, 5. Nee, dat is wel. Oké. Okay. Ja. Dus Purple Elephant. Femke. Oh, mijn stem. Ik moet echt. Zo. Ik moet echt even een slokje water pakken. Anyways, kijk eens. Daar is hij. Als jullie erin gaan, dan ga ik een glaasje water pakken. Wacht, ik wil er ook in. Thank you.
Ik zit erin, ik ben Henk Schoutvis. Alright, ik ga water pakken. Daar ben ik weer. Water. Dit is echt funny. Kamerplant Henk. Kitta is dood. Nee, ik ben hier. Ik zit hier. Live zelfs. Live vanuit de hemel. Nee, grapje. De hel. Henk's moestuin. Baby Yoda Henk. Shrexy Henk. Henk is drol. Kitta is hot. Ah. Daddy Henk. Oh, ik krijg de microfoon. Dinges. Proost, Henkies. Proost. Ah, ik krijg mijn tand. Kan je zo mijn quiz doen? Jazeker. Iedereen komt aan de beurt. Dat is de bedoeling, tenminste. Ik had niet verwacht dat er zoveel quizzen zouden zijn. Dit is echt heel leuk, jongens. Dit is echt heel leuk. Ik ga hem starten. We zijn met 340 mensen. Maak je klaar. Oh, we moeten ook nog die van niet meer doen. Oké. Waar of niet waar? Is Kitta de beste in YouTube? Wat zit hier nu mijn ego te streelen? Om eerlijk te zijn, ik heb ook mijn eigen ego gestreeld. Ik sta op de zesde plaats. Ik sta één punt achter Henk. 21 haters. Oh nee, verkeerd getikt. Ja, dat zal. Dat zal. Hoe heet de kat van Kitta? Oh. Ik zit echt veel te hard te lachen. Doe pijn. Welterusten, Elise. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet al te laat maken. Dus als we straks niet alle quizzen gedaan kunnen hebben, gaan we gewoon de volgende keer verder. Knikker de cheaters er eens uit. Denk je dat deze val speelt? Nee.
Ja, serieus? Zij pas 2. Dus wel echt. Dit is letterlijk een perfecte score, though. We kijken hoe die het doet. We kijken hoe die het doet. Wat denkt je chat? I don't know. Was maar een meest recente video. Deze is bijgewerkt. Of gewoon heel recent gemaakt. Dat kan ook. Wat rusten die iedereen aan iedereen die gaat slapen? Jazeker, dit is de video die vandaag online is gekomen. Ga die kijken als je dat nog niet hebt gedaan. Ik vind het een hele leuke video. Ik vond het heel cool om te maken. Het is gewoon heel gaaf. It's science. Het is scheikunde en kunst in elkaar vermengd. Ik vond het echt een leuke video. Anyways, Tanja staat bovenaan. En de Henks. De Henken. Henk. De Henkers. Zitten er achterna. Ik had eens gesteld dat ik moet switchen van app omdat ik op mijn telefoon zit. Ah, dat is irritant. Ja. Daar kan ik niks aan doen. Helaas. Je kan misschien een iPad erbij pakken als je die hebt. Of een computer. Dan kan je op de een kijken en antwoorden op de andere. Waar woont Kitta nu? Oh my god, wow, daar denk ik echt veel te lang over. Ze spelen denk ik bijna allemaal vals. Jongens, niet vals spelen. Dat is niet de bedoeling. Maar deze weten jullie wel. Weep. Ik sta op de 5e plaats. Ik ben Henk Schoutvis. Kijk. Next. Kitta is 21 jaar oud. Ah, deze foto is zo mooi. Ah, dit was zo'n coole shoot. Ik heb nog steeds foto's ervan. Die moet ik nog plaatsen. Ik was niet aan het opletten. Ik moet gaan. Ik speel vast omdat ik mezelf ken. Ik heb het hele systeem opgezet, joh. Hoe kun je vals spelen? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ik ga alleen zeggen niet vals spelen. Maar ja. Jongens, niet vals spelen. Ik ga niet zeggen hoe je moet. Natuurlijk ga ik niet zeggen hoe je vals moet spelen. Gaan mensen juist vals spelen? Maar ik sta op de 3e plek. Kijk mij nou. Ik ben een cheater omdat ik mezelf ben. Het spijt me, jongens. Het spijt me. Maar uiteindelijk is het toch echt Henk die gaat... Nee. Het is niet Henk die gaat winnen. Oh, Tanja. Je staat in de weg van de Henkies. Wat is mijn sterrenbeeld? Ja, die heb ik even lekker... De 2 bovenste er even uitgooien. Ja? Ja? Het is CLG Power Video's gelukt met de quiz. Oké. Nice. Doen we die de volgende? Ja, zal ik Tanja eruit gooien? Tanja, je hebt al een keer gewonnen. Dit gaat je reputatie... Dit is gewoon... Andere mensen krijgen nu ook een kans op... Sorry, Tanja. Oh. Ga weg, man. Alright. Sorry, Tanja. Maar mijn chat zegt dat je eruit moet. En Henk, je bestie, die heeft het ook een keer heel goed gedaan. Ja, echt de 2 bovenste... Alright, mijn moeder zegt het of niet meer mee. Ik weet, het zit op hetzelfde account. Mijn moeder, het, helaas. Oké, nu is het wel puur Henk. Dit vind ik wel mooi. Oké. Ja, van Tony moesten jullie eruit. Het duurt nog ongeveer 300 dagen tot Kitta. Weet ik veel!
Nee! Oh, deze heb ik fout. Nou, blijkbaar duurt het nog 300 dagen tot mijn verjaardag. Ik kan echt... Gewoon, ik heb geen inschattings voor... Ik heb deze fout. Anyways. Oepsie. Ik ging van de eerste plek naar de negende. Dit is zo sad. Wat is de echte naam? Henk. Er staat geen Henk tussen. Oh. Deze moeten jullie wel weten. Wie speelt Kitta? Ik heb geen idee. Ik ben Henk Schoutvis. Free goudvis Henk. Ik sta op de zesde. Ik sta net niet op de leaderboard. Nou. Nee, ik heb Adina gedaan. No! Slecht. Ik heb dyslexie. Ja, dat is wel irritant dan. Hoe heet mijn eerste video? Ja, deze weet ik. Kijk, dit weet ik. Als je mijn derde video vraagt, dan is het al lastig. Maar deze weet ik wel. Deze is easy. Ik gok. Ah, ja, ja, ja. Het was een Rainbow Loon video. Kennen jullie dat nog? Dat is echt lang geleden. Oh, ik sta derde! Hey, nice. Wanneer doneerde ik het aan haar? Ik heb het 2 keer gedoneerd, though. Oh. Hey. Nee, wacht, ik heb het niet 2 keer gedoneerd. Ik heb het 1 keer gedoneerd in een video. Nee, ik heb het sowieso niet 2 keer gedoneerd, want die andere keer zei ik dat ik het ging doneren. Maar heb ik er uiteindelijk kwasten van gemaakt. En het was blijkbaar 4 jaar geleden. Oké, deze heb ik dus ook weer fout. Maar ik sta wel op het podium. Kijk. Kijk nou eens. De fleur. Maar ik sta nog steeds derde. Alright. Hoe vond je de quiz? Easy. Easy. Oké, niet heel easy. Want ik heb er meerdere fout. Maar alsnog. Hey. Hi. I came here because Nederlands. No. My stream is watching your stream. Oh. I came here to confirm from Tony. Tony likes me better. Pardon? He said so in my chat. Tony? Tony likes me better. Tony, kom eens hier. Ik ga hem unmodden. Voor je Tony. Hoe? Hoe durft hij? Hoe durft hij? Backstabber. Emotional damage. Oh, Tony heeft gezegd dat hij Jesse leuker vond dan ik. Alright, iedereen in mijn chat spam Tony stinkt. Dat is hoe we hem terugpakken. Tony stinkt. Ja. Ja, precies. Take that, Tony. Ervan. Inderdaad.
Inderdaad. Don't mess with us. Oh. Wat een prachtig moment. Wat een prachtig moment. Dit is toch fantastisch. Dit is heel mooi. Dit is heel mooi. Ik ben zijn moeder. Hij is aan het huilen. Fake news. Fake news. Eeuw, Tony. Nou, je hoort het van mijn chat, Tony. Ja, je hoort het. Kunnen we Jesse raiden? Nee. Nee. Moeten we helemaal naar Twitch toe? Dat is ook irritant. Ga douchen, Tony. Oh my god. Ik krijg het stuk om jullie. Ik krijg het helemaal stuk. Oké, terug naar de Kahoot. Terug naar de Kahoot. We gaan kijken wie er gewonnen heeft. Oh mijn god. Oh, nou, op de derde plaats sta ik, Henk Schoutvis. Yeah. Henk staat op de tweede plaats. En op de eerste plaats hebben we Henk. Henk's best friend. Woo! En 54 Days Till Halloween op nummer 4. En op nummer 5 stond een Henk. Een Henk. Oh my god. Even kijken, wie is de volgende quiz? Ik zou ook... Ja. CLG Power Video's, die zou ik doen. Want het is je gewoon gelukt om een publiek te zetten dus. Hoe heet die? En dan doen we daarna die van Nieuwe. Ik vind het een goed idee. Even een slokje. Ik kan Jesse gewoon live horen hier. Hij heeft de deuren niet op een keertje gezet. Hij heeft ze gewoon wagenwijd opengelaten. Dus nu hoor ik hem. CLG Gaming. Hoe heet die? Oh, CLG Power, sorry. CLG Power, hoe heet je quiz? Waar moet ik op zoeken? Kitta's official fan quiz. Zo, mijn keel. Ja! Ik heb hem! Yes, hij doet het! Hij doet het! Geen cheaters. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je gaat vals spelen. Dus doe dat absoluut niet. Hou het leuk voor de rest. Ik ga eventjes de deur op een kier zetten. Ga even... Ga erin. Ga erin. Ik ben zo terug. Nou, Jesse praat best wel hard, maar ik heb de deuren iets meer dicht gedaan. Maar niet al te dicht dat Toetje gaat klagen. Oké. Ik moet er zelf nog in.
Ja, daar ben ik. Henk Schoutvis. Stink Tony. Tony stinkt. Ik weet het zeker, Tony doucht 1 keer per maand. Guys, wie in Jesse chat komt zeggen dat ik stink, wel volgen. Hoe bedoel je wel volgen? Video is Tanja. Oh, Tanja moet er nu al uit. Ik ga even zoeken. Dat is het verkeerde. Ik zat op mijn verkeerde scherm. Piep piep. Henk's wastafel. Ik kan Tanja niet vinden. Henk's kelder. Henk's lover. Chrissy, wake up. Tony, ga in bad. Is ze er zelf al uitgaan? Of heeft ze gewoon een andere naam gekozen? Nope, ik zie er niet. Wil je de clip? Sure. Doe maar. Ze is al weg. Oh mijn god. Oh god. Ja, kant op. Oké. Okay. Hold on. Alright. Hoe vond je de quiz? Easy! Easy! Oké, niet heel easy, want ik heb er meer dan fout. Ah! Ik zit over mijn hoofd. Hi. I came here because. Nederland. No. My stream is watching your stream. Oh. I came here to confirm from Tony. Hij ging letterlijk van hier naar daar. Wow. Pardon? Wow. He said so in my chat. Tony? Tony likes me better. Tony, kom eens hier. Ik ga hem unmodden. Voor Tony. I broke the news. Anyway. Hold on. Alright. Huh? Waar is mijn ding? Oh, hier. Oké. Ik heb hem. Ik heb hem. Met hoeveel mensen zijn we? 200. We zijn met 200. Inderdaad. Tony stink. Stinky Tony. Stinky Tony. Tony Choco Lonely. Aha. Got him. Tony gaat douchen. Tony's wc-pot, serieus? Eeuw. Ik denk dat we vrijdag verder moeten. Hierna die van niet meer mee, ja. Ik ga hem opstarten, jongens. Kom er nog snel bij. En dan ga ik gewoon beginnen. We zijn bijna bij 300. 300, oké, we beginnen. Let's go. Ja. Let's go. Gemaakt door Minecraft. Nee. Ik heb een quiz gemaakt, speciaal voor jou gemaakt. Hopelijk vind je hem leuk.
van CLG Power. Grote fan. Ah, lief. Dat is cute. Ik moet even op volgende klikken. Zo. Hoeveel YouTube-kanalen heeft Kitta? Ja! Is het nou technisch gezien of officieel, zeg maar? Ja. Nee, oké, het is 2. Oké. Ja. Nee, laat het gewoon op 2 houden, want ja... Het zijn, ik heb 2 kanalen waar ik ook echt iets mee doe. Publiekelijk. Alright. Henk, op nummer 1. Gelijkspel met Tony is honk stonk. Wat? Huh? Hoezo hebben we geen punten? Hè? Oké, dit is weird. Welk spel speelde ik het als allereerst op haar gamekanaal? Ah, ja. Ja. Ik denk dat er iets mis is met de punten. Niemand krijgt punten, ja. Dat is vreemd. Maar dat betekent ook dat niemand vast kan spelen, want er kan niemand winnen. Ja. Maar dat is raar. Oh, dan krijg ik wel punten. Vreemd. Nou, dan is het vast een glitch van Kahoot. Wat is dit? Het kan ik niet... Wie zijn dit? Wat gebeurt er? Huh? Weird. Oké, Kitta's kat heet... Ja, deze thumbnail weer. Alright, hoe ziet het scorebord er nu uit? Tony douche. Wacht. Ik had het fout. Huh? Heb ik verkeerd getikt? Hè? Oh nee, ik heb misgeklikt. Heb ik misgeklikt? Gek. Oké. De kat in Stray. Hoe hebben we de kat in Stray genoemd? Dit keer heb ik niet verkeerd geklikt. Simba. Ja, Tony had hem Simba genoemd. En Tony had toen ook een stuk of 20 memberships weggegeven. Dus toen moest ik wel. Maar hij stinkt. Tony stinkt. Inderdaad. Wie is Kepfaas Barnes? Wie is dit? Iemand in mijn chat, wie is dit? Dit voelt een beetje cheaterig. Gooi die eruit? Dat is een bot? Ja, weg ermee? Oké. Doei! Waarom heet die kat Simba? Oh, heb ik het weer? En precies op dit moment geeft Tony 5 memberships weg. Ja hoor, stinking minder. Wat een timing. Precies bij deze vraag ook. Die ik heb voorgezegd. Oeps. Hey, Draw Queen, gefeliciteerd met je membership. Je hebt de gratis membership gekregen van Tony. Net zoals... Amy Akkermans, gefeliciteerd. Wist het niet. Ik wacht even tot ze allemaal doorkomen. Helena, gefeliciteerd. Ik sta op de 26e plaats achter Sprookjesboom. En
Indra Habets. Gefeliciteerd met je membership. Ik had het niet verwacht. Ja, je hebt hem toch. En. Waren dat er 5? Even scrollen. CLG Power. Gefeliciteerd. Hey, lekker. Nice. In je eigen quiz gewoon. Hoe toevallig. Oh my god. Waarom komt de notificatie niet door, though? Dat is weird. Tony stinkt iets minder. Iets minder. Oprecht, Tony is op sommige momenten een hero, maar op andere een loser. Oké, kunnen we verder? We gaan gewoon verder. Oh yeah, de OG Henk. Ja, ja. Ik sta nog steeds op 26e. Yikes. Wat geeft Kit als cadeau een creatchick voor haar verjaardag? Aha! Bam. Oh my god. Mijn batterij begint op te raken. Oeps. Ja, het waren rolschaatsoorbellen. En ze werkte ook. Ze hadden werkende wieltjes. Super cool. 21ste, achter Henks moeder. En we hebben hier Tony Douche. Henkie Henk. Inge. De OG Henk. En Henk. Ja, ja, ja. Prachtig. Waar of niet waar? Kitta heeft een vriend genaamd James. James. Is dit een Pokémon reference? Stil bij de vraag over je jurk, oké. Okay. Denk je dat ik iets voor ga zeggen? Is het de volgende? Tony Liegenaar. En ik sta 18e plaats achter Henkje Kitta. Henkje Kitta. Kitta, haar favoriete kleur is... Als jullie deze niet weten, dan weet ik niet wat jullie hier doen. Boing. Precies. Precies. 16e plaats achter Henk de Barbie. En we hebben hier Henkie Henk op nummer 1. Tony Douche op nummer 2. Inge, de OG Henk en Tony Liegenaar. Prachtig jongens, prachtig. Kitta haar naam is... Agena. Henk. Ah! Oh! Agenda staat niet eens goed gespeld. Er staat geen. Wauw. Wauw. Tony Douche staat op nummer 1. En ik sta op de 13e. Achter Katty Henk. Moest agenda zijn, inderdaad. Het moest agenda zijn. Ik zag altijd zo uit in Among Us. Is dat waar of niet waar? Beter verliest Tony Douche nog even, zegt Tony. nee. Ha! Yeah, nice. Kitta haar zusje heet... Bing.
Ja, Nimue. Inderdaad. Oeh. En ik sta 9e. Achter zeker niet Henk. Kitta heeft gezwommen als meerman. Wat? Huh? Is dit een spelfout of een strikvraag? Topless? Niet online in ieder geval. Oké, het is een strikvraag. Ja, ja, ja. Tony stinkt. Komt op de leaderboard. Heel mooi dit, heel mooi. En ik sta achter Tony Liegenaar op de 7e plek. Nice. Het zijn gewoon 20 vragen. Nice. Dit was Kit haar oude profielfoto. Wacht, is dit ook een strikvraag? Ben ik erin gevallen? Ik ben erin getrapt. Ik ben erin getrapt! Nee! No! Oh, ik had nog een vleermuis op mijn hoofd getekend. Oh, wat stom. Het was hem net niet, zeg maar. Oh, deze was sluw. Ja. Deze was sluw. Oh! De meeste van ons zijn erin getrapt. Oh. Alright. Maar Tony Douche staat nog steeds op nummer 1. Kit heeft kwasten gemaakt van de haar. Dat heb ik ook al vroeger gezegd. Ja. Ja, ik denk echt... Tony stinks. Nice. En ik sta weer 13e. Ik denk echt dat we vrijdag verder moeten gaan. Want we moeten niet al te... Oh man. Deze weet ik niet zeker. Ik heb hem goed! Oh mijn god! Oké. Waar was ik? Ik moest even nadenken, jongens. Oh ja. Er zijn nog steeds mensen in mijn chat die een quiz hebben. Alleen kan ik het niet al te laat maken vandaag, want jullie hebben morgen school. De meeste van jullie hebben morgen school. Dus ik wil ook niet dat jullie morgen als zombies op school rondlopen. Zoals ik dat deed vroeger. Tenminste, ik wil niet de reden daarvoor zijn. Dus ik denk dat we gewoon verder zullen moeten gaan op vrijdag. En dat we het niet later maken dan 10 uur vandaag. Anders krijg ik jullie ouders op het dak. Oh! Oh! Er wordt gewisseld. Wat voor decoratie had mijn jurk? Mijn gala jurk dus. Niet deze jurk. Het gaat nog steeds over mijn gala jurk van mijn eindgala. Jazeker. Ik sta op de 5e plaats! Yes! Oh yeah. Achter Tony Stinks. En Tony Douche nog steeds op nummer 1. Let's go. Waar of niet waar? Ze werd prom queen. Ben ik prom queen... Oh mijn god. Mijn woorden. Ben ik prom queen geworden? Is Tony Douche niet verdacht? Misschien een beetje, maar ik vind het zo grappig dat er bovenaan het leaderboard Tony Douche staat. Moet ik hem eraf kicken?
Moet ik Tony douche weghalen? Die haalt steeds 1000 punten. Ja? Ja? Oké. Okay. Sorry, Tony douche. Je bent gekikt. Maar Tony Stink staat nog steeds hier. Twee keer Tony stinkt op de leaderboard. En ik. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Good game. Want Tony heeft al gedoucht. Ja, in gift memberships heeft hij gedoucht. Qatar en Vibe momenten zijn vaak op het liedje Crab Rave. Oh. Oh, is net iets wat je moet weten. Ja. Yes. Oh. Derde. Vibe moment. Nu een vibe moment. Serieus. Ja? Nu wil ik ook een vibe moment. Ja, doen we een vibe moment. Ja. Oh my god. Oké. Okay. Nee. Nee. Ja. Na de laatste vraag. Wacht, op welke vraag zitten we? Oh, we zijn bijna klaar. Oké, okay, na deze quiz doen we een vibe moment. Dit is de laatste vraag. Einde quiz. Oh. Hierna doen we Crab Rave. Dit is de laatste vraag. Oh my god. Serieus? Nu heb ik hem fout. Ik had ja. Oh. Oh. Oké. Okay. Op nummer 3 staat Tony Stinks. Nice. Nice. Op nummer 2 staat Inge. En op nummer 1 hebben we... Henky Henk! En op 4 en 5 had hij Henk en Henk. Twee Henks. Hij zegt dat ik in de top 5 sta, maar ik sta niet op het beeld. Op nummer 3, woehoe! Dat is mijn moeder of mijn zusje. Ik weet nog steeds niet of het nou mijn moeder of mijn zusje is. Nee, love you, need you. We doen love you, need you. Alright. Je moeder. Mijn moeder zei juist zojuist je moeder tegen me. Je moeder. Je moeder zegt je moeder. Ja, precies. Yep. Oké. Okay. Het is tijd. Voor een vibe moment. Iedereen meedoen. Je gaat of meedansen of spammen in de chats. Of allebei. Als je dat lukt. En dan ga ik lekker Love You Need You opzetten. Let's go. Yeah. Oh. Ah, mijn oortjes. Yeah, lekker in de chat. Let's go.
Goed gedanst allemaal. Oeh, even mijn lamp terug normaal zetten. Oké. Oeh. Dat was nice. Het is tijd voor de ultieme, meest onmogelijke kitta-quiz ooit. Gemaakt door Nimue, mijn zusje. Als ik mijn camera goed kan krijgen. Let's go! Hij gaat nu online met de naam die bij jou bekend is. Om valspelers tegen te gaan. Dat vind ik een goeie. Ja. Ja, ik heb het nog in mijn mail staan hoe hij heet. Oké. Hoef. Ik ga hem opzoeken. Ik heb hem niet gevonden. Alleen de pin hier geven we niet op het scherm. Oké. En je zit nu zelf te spammen. Maar ik kan hem niet vinden. Met de naam die je hem hebt gestuurd. Dan zou ik de hoofdletters goed moeten krijgen. Nope. We gaan even zoeken. Anders kan ik zoeken op je username misschien. Oh mijn god, waarom is je username zo? Nee, vind ik ook niks. Quiz van Nimue, als we hem opgestart krijgen. En mogelijk ook de laatste quiz, want anders dan wordt het te laat. We wachten. Staat je Kahoot opnieuw op? Ik kan even refreshen. Ja, hij staat op openbaar. Dat is gek. Oh, maar mijn moeder kan hem ook niet vinden. Ik zoek hem even opnieuw. We hebben het gek! Geen hoofdletters. Oh, wacht, dat zei ze gewoon in de chat. Laat maar. Oh, ik heb het zo warm hier. Misschien duurt het een paar minuten. Ja, dat kan. Staat hij wel online? Ja, ik heb... mijn moeder heeft echt gewoon een screenshot doorgestuurd met dat hij openbaar staat. Moet je niet nog op klaar klikken?
Kijk in je Discord. Oké. Okay. De Discord, jongens. Waar 3 mensen in zitten. 4. Jesse, ik, Nimue. En Jana, Alexia. Huh? Waarom? Wacht even. Huh? Oké, Nima heeft me een link gestuurd. Web WhatsApp openen. Duurt lang. Nee, ik moet een QR-code scannen. Wat irritant. Kom op. Hehe. Nou. Voordat je begint, deze Kahoot wordt niet in de zoekresultaten weergegeven omdat deze voor inhoudsmoderatie is gemeld. What? Inhoudsmoderatie? Je kunt de Kahoot gewoon spelen. Oh, we kunnen hem wel spelen. Oké, okay, in dat geval. Hey, maar als hij niet te vinden is... Als hij niet te vinden is... Kan niemand vals spelen. Dus ik kan hem gewoon laten zien. Am I right? Ja, toch? Letterlijk. Je kan niet vals spelen. Doe maar niet. Hoezo niet? Je kan hem... Hij is letterlijk... Hij is, er stond... Er staat hier... Deze kat... Oh, oké, wacht. Ja. Deze Kahoot wordt niet in de zoekresultaten weergegeven... Omdat deze voor inhoudsmoderatie is gemeld. Ik weet niet meer mee wat je in deze Kahoot hebt gezet, maar... Iets staat erin... Waardoor hij niet te vinden is. Ik heb een link in de chat gezet. Zou het die naaktfoto zijn? Ja, mogelijk wel, ja. Ja. Dat werkt niet. Oh. Ik kan niet gewoon... Oké. Okay. Ik typ het wel weer uit. Pff. 485. Oh, het werkt wel. Er komen mensen binnen. Kijk, dat is hem. Even nakijken. Ja, dat is hem. Het openingsnummer is Grab Rave. Ik moest even reageren op Altika's Be Real. Want dat ben ik namelijk. En Tony! Kijk, daar is Tony! Tony, ik ga je gezicht laten zien. Tada! Het is Kabouter Plus. Klus. Kabouter Klus.
Vooral als iedereen die zegt, wie is Tony? Dit is Tony. Dit is Tony. Kabouter stink. Zal ik de code er nog een keer in zetten? Hier, dat is de code. Het is 485-160. En mijn BeReal is privé. Waarom pin in chat zodat mensen niet vals kunnen spelen? Maar ik denk sowieso niet dat mensen vals kunnen spelen. Maar hè? Hè? Ik luister wel naar mijn moeder. Oh, niet meer zegt, doe maar gewoon. Oké. Okay. Ik denk niet dat jullie vals kunnen spelen hierbij. Want hij is gewoon, hij is letterlijk niet te vinden. Ja, daar gaan we weer. Crab Rave. Oh, ik moet er zelf ook nog in. Oeps. Oké. 485160. Bevestigen. Wie ga ik vandaag zijn? Wie ga ik nu zijn? Henk is zus. Ik ben weer agenda. Hashtag Henk is van mij. Oh. Oh. Is dit geen copyright? Nee, want ik heb een licentie. Samen met Jesse. Waardoor we Monster Cat muziek kunnen gebruiken. Niet alle Monster Cat muziek, maar Crab Rave valt daar wel onder. Net zoals Love You, Need You en al die dingen. Hey, ik zie Militia staan, maar dat ben ik niet. Ik ben Crab Rave. Oh! Zelfs iemand die Militia nadoet. Zag ik nou Tony's kotswater? Uw moeder. Hey, hotketta. Yeah, zal ik hem opstarten? We zijn met 200 mensen. Dit is dus echt de... Dit is de ultieme... Waarom doe ik de Trump-handjes? Dit is de ultieme... Kitta-quiz. Gemaakt door mijn zusje. Degene die iets te veel van me weet. Zullen we beginnen? Ik ga hem opstarten. Ah, oh, je komt net erop. Oké, nu begin ik. Yeah, let's go! Is er een naaktfoto? Ik hoop het niet. De moeilijkste Kitta-quiz. Yes. Waar of niet waar? Kitta heeft echte vlogs gemaakt. Heb ik echte vlogs gemaakt? Ben ik een echte vlogger? En zo knol Kitta. Yeah, Kitta power! Heb je dat zo? Weet niet. Ik weet niet. Kitta knol. Kitta knol. Jullie krijgen wel de tijd om te antwoorden. Oh, ik kan hem zelf ook skippen. Ja, dat ga ik dan de volgende keer doen. Als het te lang duurt. Ja, ik heb al vlogs gemaakt. Ik heb echt serieuze vlogs. Ik heb, ik heb vakantievlogs. Huisvlogs sowieso.
Jawel. Dit zijn bots. Dit zijn bots. Jullie zijn het erover eens dat dit bots zijn, toch? Ja, die ga ik eruit gooien. Wat is dit? Wat is dit? Wie zijn dit? Dr. Pony. Oh my god. Like, ga weg. Is Dr. Pony een bot? Ja, ik denk het wel. Mijn is perfect, maar dat komt omdat ik hem heel snel heb geantwoord. Dit ben ik. Ik sta bovenaan. Ik sta bovenaan. Niet meer eens vriendjes, tweede. Dit is ook een bot. Dit is ook een bot. Ja, gekke Henkie staat derde. Crabrave, dat is Melissa, staat als vierde. En Hotkitta vijfde. Ja. Ik lijk een bot, maar ik ben gewoon heel erg goed hierin. Agenda ben ik. Ik ben agenda, jongens. Ik ben geen bot. Ik zit hier. Ik ben het echt. Anyways, Henk. Henk. Wat is dit, Henk? Henk. Waarom is er maar één goed? Niet meer mee. Wat is dit? Nee. Nee, nu sta ik op de 48e. Ik sta op de 48e. Wat is dit? Ah! Dakduif. Oké. En Henky staat op de leaderboard. Hoe oud is Kitta? Nou. Weet ik veel. Het is al vaker voorbij gekomen. Dit hoor je te weten. Meerdere antwoorden kost meer. Dat is ook raar. Huh? Weird. Ja, nu antwoorden. Want ik ga hem overslaan. En skip. Alright, het is 21. Het is 21. Jullie mogen er niet al te lang over doen. Anders zitten we hier morgenochtend nog. En dat is niet de bedoeling. Henk is de nam. De man. Ik sta 34ste achter Tony de Vuilbak. We gaan de volgende. Het zijn gewoon 26 vragen. Welke game heeft Kitta niet gespeeld? Oh, deze is lastig. Ah, deze is echt een coole foto. Foto genomen door niet meer mee. Jop. Dat is een echte gamerfoto. Die moet ik een keer plaatsen eigenlijk. Damn. Ja, ik tel tot din... Ik tel tot 10 en als jullie dan nog niet geantwoord hebben, dan skip ik hem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wauw, 10 seconden duurt alsnog lang. Bam. Ja, Genshin Impact. Ik heb nog nooit Genshin Impact gespeeld. Ik heb wel Portal gespeeld, maar gewoon, ik heb het er nooit over gehad. Op YouTube.
Dus deze is eigenlijk niet echt te weten. Dit is een beetje een gokje tussen deze of deze. Maar ik heb wel Portal gespeeld. En Portal is leuk. Portal is leuk. Zeker. Yeah. Oh. Nini Panini. Diamond, Sina, Kayon en Hotkitta. Lekker jongens. Lekker. Welke kleur is Kitta's haar nooit geweest? Oh! Oh! Oeh! Dit is een goeie. Damn! Dit is een goeie! Oh. Dit is een instinkertje! Oh! Dit is een typische goede Nimue instinker. Ik kan echt goed zien hoe Nimue deze vraag heeft bedacht. In welke kleur is mijn haar nooit geweest? Het is zwart, jongens. Mijn natuurlijke haar is donkerbruin. Het is geen volledig zwart. Het is nooit zwart geweest. Aha! Ja! Inderdaad, het is niet zwart. Kijk dit. Kijk even naar me. Kijk. Hieronder heb ik dus mijn natuurlijke haren, hè? Oké, op deze camera lijkt het redelijk zwart. Maar het is dus donkerbruin. Dit zien jullie toch? Dit is donkerbruin. Het is niet zwart. Inderdaad. Alright, volgende. Looks black to me. Tony, je bent blind. Ga je ogen nakijken. Nini Panini staat bovenaan. Kentucky Hank is a chicken? What? Tony, the help. Ah, ik heb 20% batterijlading over. Oké. Okay. Anyways. Ik sta op de 6e plaats. Ik sta net niet op de leaderboard. Waar of niet waar? Kitta heeft ooit een beugel gehad. Deze foto! Oh my god. Oh, dat is zo grappig. Nee, je mag niet naar mijn tanden kijken in deze foto. Mannenarm uit proportie. Oh. Zo uitgeknipt uit een plaatje. Oh mijn god, is dat Jessie's hand? Nee, dit is letterlijk een stokfoto. Ik ga hem skippen in 3, 2, 1. Ja, zeker. Hoe sneller je antwoord, hoe meer punten je krijgt. Anyways, ik heb nooit een beugel gehad. Nope. Ik heb gewoon rechte tanden. Behalve eentje. Ik heb één tandje die net scheef staat, maar dat is geen probleem. Ik heb heel veel geluk met mijn gebit. Hey, oh my god. Hey, Tony de Velbaak staat op nummer 1. En op nummer 2 sta ik. Op nummer 3 staat mijn moeder. Denk ik. Moeder van Nimpy. Ik denk het wel. Henk Steen. Op nummer 4. En Slee Henkussie op nummer 5. Slee Henkussie. Ja, dat is moeder. Oké, Kitta heeft een betaalde samenwerking gehad met LOL Surprise. LOL Surprise. Heb ik daar ooit een betaalde samenwerking mee gehad? Wel of niet? Oeh, ik ben Henkussie. Red is Henkussie. Mmm.
Dit is een beetje een instinkertje. Oké, ik ga hem overslaan in 3, 2, 1. Oh, heel veel. Ja, het is een strikvraag. Het is een strikvraag. Ik ben wel in een video van Jamila geweest dat dus een betaalde samenwerking was voor LOL Surprise. Maar ik ben er wel voor betaald, maar niet door LOL Surprise. Ik ben betaald door Jamila om in die video te zijn met haar. Dus nee, ik ben niet betaald door LOL Surprise. Ja, ja, ja. Het was echt een instinker. Vooral met die foto die er stond was het echt een beetje een valstrik. Maar nee, het is niet waar. Het is niet waar. Deze was gemeen hoor. Deze was gemeen. Ik sta op het podium. Ik ben nummer 1. Oeh, oeh, oeh. Yeah. Ik ben nummer 1. Ik ben nummer 1. En moeder op nummer 2. En dan hebben we Tony de Velbak, Henk Steen en Kamerplant. Yeah. Welke telefoon heeft Kitta? Welke telefoon heb ik? Wat een mooie foto is dit. Prachtig. Heel mooi hoe het mijn neusgaten centraal zet. Heel mooi. Prachtig. Van je zusje moet je het hebben hoor. Jolien! Ik ga doen alsof ik dat niet gelezen heb. Oké, jullie moeten nu antwoorden, want ik skip hem over 3, 2, 1. Bam. Ik heb een iPhone 12 Pro Max. Dit heeft ze nog aan me gevraagd. Tenminste, volgens mij heb ik een iPhone 12 Pro Max. Volgens mij wel. Ik denk het wel. Ja. In ieder geval een iPhone. Waar het niet op lijkt, van die foto afgezien. Maar dat was een screenshot van een video. Dat vind ik niet tellen. En ik sta nog steeds bovenaan. Henk, lekker hot, staat op de leaderboard bij ons. Ja. Ja. Hoeveel exen heeft Kit? Niet meer weg. Dit kunnen jullie weten. Dit kunnen jullie serieus weten ook nog. Telt basisschool mee? Oeh. Nee, ik vind het wel niet. Nee. Nee toch niet meer mee? Anders heb ik een fout. Anders heb ik een serieus fout. Ik ga hem... als je nog niet hebt gegokt, nu gokken. Want ik ga hem overslaan in 3, 2, 1. Bam. Ja, oké. Okay. Basisschool telt dus niet mee. Ja, ik heb er 1. Het was een relatie van 1 dag. Maar ik heb er 1. 1 ex. Jop. Ja. Steen, inderdaad. Steen. Het was Steen. Het was Steen. Van het potje, inderdaad. Yeah. Jules staat nu op de leaderboard. Nee, niet Jessie. Nee. Steen. Hoe heet het vibe-nummer? Het vibe-nummer. Het is geen Crab Rave. Er staat hier geen Crab... Niet meer mee! Wat is dit voor een screenshot? Nee! Oh, wat erg! Oh my god! Oh! Oh no! Je moet ook precies weten hoe dit lied heet. Dit is een heel goed screenshot. Hij is heel mooi. Hij is fantastisch. Geweldig. Jullie kunnen merken dat ze fotografie studeert. Ja,
Fotomodel, ik ben echt een model, man. Ja. Alright, ik ga hem skippen. Nu antwoorden. 3, 2, 1. Ja, het is love you, need you. Op de kortste manier. Love you, need you. Vooral als je ook, als je het nummer leuk vindt, dan kan je hem nu dus opzoeken. Love you, need you. Hij staat op Spotify. Oeh. Oh. Niet meer eens vriendje staat erop. Nou, daar, kijk. Hier sta ik. Hier staat mijn moeder. Hier staat niet meer eens vriendje. Hier staat Henk Steen. En hier staat Kitty Fiddler. Motor buiten. Oh, dit gaat zo slecht. Het is ook wel de moeilijkste quiz. Dat is wel een beetje de bedoeling. Is Kitta altijd al dun geweest? Damn! Ik kan niks zeggen. Ik kan niks zeggen. Ik ga hem skippen in 3, 2, 1. Oh, wat erg. Ja, dit is echt... Dit kunnen jullie ook niet weten, maar ik was inderdaad een dikke baby. Ik was echt een dikke baby. Ik heb foto's gezien. Maar ja, nee, ik ben dus technisch gezien niet altijd dun geweest, want ik was een dikke baby. It's true. Maar, you know, ik snap waarom zoveel mensen rood hebben gestemd. Ja. Ja. Dat is ook wat ik heb gezegd in video's, to be honest. Maar geel is de echte goede antwoord. Oneerlijk. Ja, het is ook een beetje oneerlijk. Het is een onmogelijke quiz. Dat is het hele doel. Ik sta ook echt bovenaan. Nog steeds. We zitten op 12 van 26. Welk nummer is geen vibe nummer? Welk nummer is geen vibe moment? Dit is een leuke, want ik gebruik wel al deze nummers. Maar één van deze nummers is simpelweg geen vibe moment. Het is ook wel een beetje een vreemd vibe moment. Als ik hem zou gebruiken. Ik weet het niet. Het is ook... al deze vragen zijn echt super moeilijk. Als je nog niet hebt gegokt, gok nu! 3, 2, 1. Daar gaat hij. Ja. Ja, want Turbo Penguin is mijn outro muziekje. Dat is deze. Wacht, ik ga hem opzetten. Misschien heb ik hem ooit wel gebruikt in een... In een outro. Maar dit is het dus. Kijk, waar is het outro moment? Kijk hier, dit is hem. Dit is Turbo Penguin. Jullie kennen hem sowieso. Banger. Banger, ja die. Inderdaad. Ik wist dat het zo heet. Wist ik dat het zo heet? Ah. Henk Steen komt terug. Dit kan Jesse zo mooi zingen. Eens. Helemaal mee eens. Hoe heet deze kat? Ja, je kan zijn gezicht niet zo goed zien. Nee, ik heb het verkeerd gedaan. Oh, wat erg. Nee. Oh, wat slecht. Oh, dit vind ik echt super zielig. Nee, ik heb gewoon het verkeerde gedaan. Oh.
Oh, wat stom! Oh, wat stom! Mijn hoofd ging gewoon automatisch de verkeerde kant uit. Oh, nou jongens. Ik ga weer aftellen. 3, 2, 1. Dan gaat hij. Het was stom. Het is stom! Nee! Wat slecht zeg. En ik heb die foto nog zelf gemaakt ook. Echt erg. Ja, het is niet toetje. Nee. Nee, 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 nee. Het was Tom. Rust in vrede, Tom. Sorry, Tom. Nee, ik zit achter... Ik sta achter Nimue's vriendje. Ja, verdiend. Dat verdien ik. Alright. Wat vindt Kitta echt niet lekker? Deze foto. Ah. Ollie is bijna volledig rood. Tom was een beetje half wit, half rood. Ja. Hele charmante foto, inderdaad. Welke vind ik niet te vreten? Een van deze vindt Nimue niet te vreten. Ik ga hem gewoon, ik ga skippen. Jongens, ik ga weer aftellen. 3, 2, 1. Bam. Ja, spruitjes vind ik niet lekker. Het is gewoon te bitter. Ik vind het niks. Spinazie vind ik te doen. Champignon is hartstikke lekker. Courgette. 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 Ja, dat vind ik van courgette. Next. Champignons eet ik zelfs rauw. Kan dat? Ja, waarom niet eigenlijk? Champignons zijn ook echt lekker. Oh, maar als champignons gebruikt... Luister, als je courgette in plakjes op de barbecue legt... Daar sterf ik voor. Dat vind ik zo lekker. Dat vind ik echt... Ik kan gewoon... De rest van mijn leven kan ik alleen maar dat eten. Heilig. Inderdaad. Heilig. Oh. Ik ben niet omhoog gegaan. Nee, helaas. Oké. Okay. Courgette door pasta heen. Oh. Hoeveel verschillende ruimtes heeft het appartement? Oh, wacht. Ik moet het op mijn telefoon doen, natuurlijk. Wat stom. Te diep in het tellen. Ik heb het goed, toch? Heeft ze nou... ze heeft een stokfoto van een tv op het kastje gefotoshopt. Wanneer was dit? Wanneer had ze dit gedaan? Dit had ze gewoon voor de grap ooit gedaan. Jongens, snel tellen, snel gokken, want ik ga hem weer overslaan. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Ja, daar gaat hij. 9, ik heb verkeerd geteld. Ik heb verkeerd geteld. Badkamer, slaapkamer, streamhok, woonkamer, hal, keuken, gang, studio, balkon. Ik ben mijn balkon vergeten. Badkamer, slaapkamer, streamhok, woonkamer, hal, keuken, gang, studio, balkon. Berging. Het zijn er eigenlijk 10. Het zijn er eigenlijk 10. Jullie hebben de berging niet meegerekend. Ik heb alsnog fout, maar oké. Okay. Zit niet in het appartement. Oké, okay, fair. Oké okay, dan. Nou, goed dan. Oké. Okay. Berging zit beneden. Oké. Okay. En mijn moeder staat voorop. En Nieuwe's vriendje staat erachter. En dan heb je Kitty E. Fiddler. Waarvan ik niet zeker weet of dat een serieus persoon is.
En dan sta ik. En dan Nimue. Nimue zit achter me. Oh, Oinky is het meest geklommen. Lekker Oinky. Alright. Wie heeft deze foto gemaakt? Welterusten, Lara. Leuk dat je er was. Bedankt voor het maken van een quiz. Tot de volgende keer. Sorry hoor, maar dit is te duidelijk. Tenzij... Hey, dat zijn ene hand daar is, betekent niet dat de andere hand op de telefoon zit, hè? Dit is een instinker. Ik ga hem skippen in 3, 2, 1. Het was mijn zusje. Het was letterlijk mijn zusje. Jesse kreeg de foto maar niet goed, omdat hij slecht is in foto's maken. Letterlijk. Hartstikke slecht. Sorry Jesse, maar je bent echt hartstikke slecht in foto's maken. Nimue daarentegen is hartstikke goed in foto's maken. Dus zij heeft letterlijk met mijn telefoon zo Jesse zitten positioneren. En Jesse heeft zo... We hebben echt heel moeilijk zitten doen om die foto te krijgen. Maar het is wel een hartstikke geslaagde foto. Maar ja, letterlijk, Nimue heeft de foto gemaakt. En Jesse heeft mijn hand vastgehouden. Jop, jop. Hey, ik ben er eentje hoger gegaan. Let's go. In welk land is Kitta niet geweest? In welk land ben ik niet geweest? Waarom moest ik hierover nadenken? En waarom deze foto? Waarom die foto? Oh mijn god. Is dit waarom... Is dit waarom de quiz niet opzoekbaar is? Denken ze dat ik naakt ben? Want mijn bikini is heel erg blurry in deze video. Foto, hallo. Ja, precies. Dit is de foto dat Kahoot ziet als een naaktfoto. Alright, ik ga skippen in 3, 2, 1. Ja, ik ben nog nooit in Griekenland. Ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Ik ben in Polen geweest. Heel even toen we in Tsjechië waren. En toen waren we dicht bij de grens van Polen. Toen gingen we gewoon een keertje voor de grap naar Polen. In Spanje ben ik als kind geweest. Zijn we daar op vakantie geweest. En in Finland ben ik geweest voor een bruiloft van een vriend van ons. En ja, Griekenland. Nooit geweest. Ah! Ja, ja, ja. Het is ook gewoon iets wat je niet echt kan weten. Nimue, waarom staat je vriendje hoger dan jijzelf? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Slecht. Hoeveel Kitty Sisters video's zijn er? Weet ik veel? Het wordt nog moeilijker. Really? No! Nou, iedereen gokken. 3, 2, 1. Gok nu. Ik heb het goed. Ik heb het goed. Ik heb hem goed. Ik heb goed gegokt. Let's go. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ik heb een vlammetje bij mijn naam. Yes. Melissa heeft het ook goed. Oké, wat is mijn afkomst? Dit is even lezen, jongen. Nee, ik heb hem goed. Oké. Ik had hem iets te snel ingevoerd, maar ik heb hem wel goed. Yeah. En dit is serieus een mooie foto. Kijk dan. Wauw. Yeah.
Ik heb dit, dit heb ik vaker gezegd. Ja, deze heb ik gezegd. Ooit. En anders moet je gokken. Ja. Moet jullie even goed naar me kijken? Misschien kunnen jullie het daaraan zien. Gok nu. In 3, 2, 1. Boink. De meeste heeft hem goed. Let's go. Nice. Ja, half Nederlands, kwart Chinees, kwart Indonesisch. Dat is mijn exacte afkomst, zover we weten. Ja. Gewoon gegokt. Ik sta boven. Neem me eens, vriendje. Kan je Chinees? Nee. Echt slecht, maar nee, ik kan geen Chinees of Indonesisch. Ik kan gewoon, nee, kan ik niet. Nope. Hoeveel video's heeft het DIY-kanaal nu? Nou jongens, doe je gok. Doe een gok. Gok nu, want ik ga hem overslaan. Nu meteen. Snel, snel, snel. 3, 2, 1. Boing. En ik heb hem fout. Nou, 320 blijkbaar. Maar ik was best dichtbij. Ik had blauw. Het was jullie. Ik had blauw. Ik sta op de vierde plaats. Dit kan echt niet. Nee. Mijn lijstje is 10e. Waar ben ik nog nooit voor gevraagd? Ik denk dat ik hem goed heb. Waar ben ik nog nooit voor gevraagd? Om jury te zijn voor een wedstrijd, foto's van mijn voeten, om een interview te doen of om betaald naar kinderfeestjes te gaan. Eén hiervan is me nooit gevraagd. Alright, dus 3, 2, 1. Gok snel. Abam. Er is één gast in mijn DM's die steeds terugkomt voor voetfoto's. Terwijl ik echt nooit op hem heb gereageerd. Hij noemt nooit een prijs. Ik heb hem goed. Ik heb hem ook goed. Maar ik sta nog steeds vierde plaats. Nou. Oh, wat, bij mij staat er, sorry, jij krijgt geen koekje, serieus. Oh. En mijn moeder staat gewoon op nummer 1. Wie is geen familie? Deze kunnen jullie ook echt niet weten. Dit is ook weer een gokmomentje. Wie is er niet bloedgerelateerd? €50 maar, Tony. Kom op. Iets groter denken dan dat. Ik ga het niet doen voor €50. Nee. Nope. Gok nu, want ik ga hem overslaan. Wat is deze foto? Oké, gok nu. In 3, 2, 1. En ik sla hem over. Boink. Ja. Het is Olivia. Niet te bloed gerelateerd. Dat is... één grote gok. Jullie zitten gewoon met z'n allen tegen mij te werken hier. Zitten jullie het aan elkaar voor te zeggen? Dit is niet eerlijk. En is dit nou een bot of niet? Is dit een bot? Ja, mijn moeder zegt ja. Alright. Henk!
Henk staat op nummer 5. Hoeveel huisdieren heeft Kitta ooit in haar leven gehad? Toetje! Als een hint zal ik wel zeggen, we hebben ooit konijnen gehad. Ja. We hebben ooit konijnen gehad. Vroeger. Gok nu. In 3, 2, 1. A boink. Ja. Oh my god, maar 12 hebben we het goed. Ja, we hebben hartstikke veel konijnen gehad. Ik heb 2 katten meegemaakt. Die zijn nu dood. Echt iets van een stuk of 5 of 6 konijnen. Echt. We gingen door heel veel konijnen. Er ging altijd iets fout met konijnen. Dat is 2. Tom, Toetje, Olly. Ja. Ja, dan kom je op 11. Ja. Ja, veel dus. Toch echt veel. Oh my god. Peridot. Er zijn er 12. Of hebben we 5 konijnen gehad? Nee, we hebben 5 konijnen gehad. In ieder geval. Veel huisdieren dus. Hoe oud was Kitta toen ze haar C-diploma had? I'm out. Ik heb een C-diploma. Wie heeft deze quiz gemaakt? Mijn zusje. Daarom zijn ze ook zo super specifiek, persoonlijk en kan je eigenlijk niet echt weten wat de antwoord is. Maar ik heb inderdaad mijn C-diploma. Maar hoe oud was ik toen ik hem haalde? Dit is een beetje een storytime. Gok nu. Ik skip hem in 3, 2, 1. A boink. Ja, ik was 13. Ik ben niet nog steeds... Nee, ik heb hem gehaald toen ik 13 was. Maar echt, ik was 13 dus. En ik stond daar, ik zat in de klas. Met allemaal kindjes van 7 en 8. Dus ja, toen ik een kind was, zeg maar de normale leeftijd om je zwemdiploma's te halen, ben ik tot en met B gegaan. En toen mijn zusje en mijn neefje op zwemles gingen, gingen ze voor diploma C. Maar ik had geen diploma C en ik ben natuurlijk de oudste. Dus, en je kan natuurlijk niet hebben dat je kleine zusje en je kleine neefje beter... zijn dan jij. Dus ja. Daar ging mijn oudere zus trots. Weet je wel. Dus toen ben ik als 13-jarige weer op zwemles gegaan om een C-diploma te halen. Maar ik heb hem wel gehaald. Wat doe je überhaupt wanneer je C-diploma haalt? Dan kan je volgens mij echt van echt 10 meter of zo duiken en dan door die hoepel heen gaan en met kleren aan of zo. Zoiets was het. Maar ja, het was echt awkward. Maar ik kan heel goed zwemmen. Ik kan hartstikke goed zwemmen. Oh my god, ik ben nu 13. Ja, stel je voor dat je nu op zwemles zit. Oh ja, met jas en zo. En onder een vlot, ja. Ja, dat is wel intense shit wel. Ja. Heb ik gewoon gedaan. Ik had altijd pure angst bij het gat. Ik was altijd zo van, ja, gewoon gaan, ogen dicht, adem in
En gaan. Maar ja, dan zie je natuurlijk niks. En ik was zo van, hè, maar hoe zie je dan dat gat? En die zwemleraar die was zo van, ja, met je ogen. Wat? Dus toen heb ik geleerd om met mijn ogen open te zwemmen. Maar nu kan ik wel zwemmen met mijn ogen open. Anyways, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder. Ik zit hier mijn zwemskills te pronken. Ik sta nog steeds vieren. Henk staat ook op de leaderboard. Hoeveel hechtingen heb ik gehad? Hoe nul ook geen optie is hier. Ik heb 2 keer in mijn leven iets gehecht gehad. 1 keer bij mijn duim en 1 keer in mijn knie. Allebei toen ik super jong was. Mijn duim was toen ik een baby was. En in mijn knie was ik 3 of zo. Ja, volgens mij was ik 3. Maar ja, ik kan ze tellen, want ze hebben allebei littekens achtergelaten. Dus, gok nu. Dan ga ik hem overslaan in 3, 2, 1. Boink. En jullie hebben gewoon goed gegokt. Alright, dus in mijn knie heb ik in totaal 3 hechtingen gehad. Want ik heb zo 6 puntjes naast mijn litteken. Dus dan zie je precies, daar zat een steek. En daar zat een steek. En daar zat een steek. En ik had 2 hechtingen hier zo in mijn duim. Volgens mijn ouders dan. Want dat kan ik me echt helemaal niet herinneren. Van mijn knie herinner ik me wel. Want dat is echt traumatisch. toen ik 3 was, was ik naar de Hubo gegaan. En volgens mij heb ik het eerder verteld. In een live. Of in een video. Geen idee. Maar ik heb ook 5 hechtingen op mijn voorhoofd. Damn! Oké. Nou, anyways. Ik was naar de Hubo met mijn vader. En in de Hubo hebben ze van die wasbakken op display staan. En ik was klein kind. En ik voelde me hartstikke sterk. Want ik kon mezelf optrekken. Ik was hartstikke cool. Omdat ik mezelf kon optrekken. En ik vroeg me af. Ja, als die wasbak nergens op aangesloten is, wat zit er dan in het putje? Hoe ziet dat eruit? Dus ik ga aan zo'n bak hangen, trek mezelf op om in dat putje te kijken. En ik keek in het putje, was trouwens echt helemaal niks, was alleen maar donker. Echt heel anticlimactisch, al die moeite voor niks. Maar ja, dat ding viel dus. Hij viel kapot, scherf in mijn knie. Groot gapend gat in mijn knie. Ja. Sindsdien ben ik bang van de Hubo. Nee, grapje, ik kan weer in de Hubo. Maar het heeft me wel even geduurd. Het was zo erg dat ik letterlijk niks meer voelde in mijn knieën. Dat is echt eng. Dat is eng. Anyways. Het is 10 uur geweest. Dit is de laatste quiz. We gaan vrijdag gewoon verder. We gaan vrijdag verder. Dus als je nog een quiz wil maken, als je vandaag geen quiz gemaakt hebt en je zou nog een quiz willen maken, je kan er nog een maken voor vrijdag. Want dan gaan we verder. Oké, dit is de allerlaatste vraag. Hoeveel abonnees heeft Kitten die mij nu op mijn kanaal? De exacte nummers! De exacte nummers. Dit kan je alleen zien als je in mijn YouTube studio zit. Waar mijn moeder in kan. Dus Nimue heeft gewoon de precieze nummers hiervoor. Ik ga even kijken eigenlijk of hij accuraat is. Nee, hij klopt niet. Ha! Nee, ik heb het verkeerd gedaan. Nee, wat erg. Dit had ik gewoon kunnen weten. Dit is echt slecht van me. Zojuist nog even gecheckt. Hij klopt echt net niet. Hij zit er 6 abonnees naast. Ik ben toen ik klein was van de trap gevallen bij de gondoletta. Auw.
Dat is inderdaad een nare trap. Ie. Alles over je is al gevraagd, dus wat voor quiz moet ik maken dan? Ik heb geen idee, wees creatief. Mag de Kahoot awkward zijn? Natuurlijk. De Kahoot mag hartstikke awkward zijn. Alright, gok nu, want ik ga hem overslaan. 3, 2, 1. Dit is de laatste vraag. De allerlaatste vraag. Ik had hem kunnen weten, maar ik had groen gedaan. Wat slecht. Ah! Nummers, jongen. Nummers zijn moeilijk. Ja, we zitten gewoon bijna op de 176.000. Nou, op nummer 3. Nimue. Op nummer 2. Nimue's vriendje. Hoe heb je dat kunnen laten gebeuren, Nimue? Edwin, mijn moeder. Je moeder. En Henk staat op nummer 5. De winnaar van de avond is Henk. De enige echte Henk. Een applaus voor Henk allemaal. Mijn moeder kent met alle beste. Ja hoor, inderdaad. Applaus voor Henk. En applaus voor moeder. En applaus voor Nimue die deze hele quiz in elkaar heeft gezet. Hij was prachtig. Met plaatjes en alles. Met de uitgebreide vragen. Heel goed gedaan. Nimue zegt iets. Nimue zegt dank u, dank u. Wie is Nimue's boyfriend? Ja, dat is letterlijk Nimue's boyfriend. Reveal! Exposed! Nimue, mag ik zijn naam zeggen? Of houden we het op Nimue's boyfriend? Ze denkt erover. Hebben we goed gedaan, jongens. Ik vond het hartstikke gezellig vandaag. Het was super leuk. Toka World, slaap lekker. Hij zit ook in de chat. Hij zit gewoon in de chat. Yo, mag ik je exposen? Letterlijk gewoon alleen je naam. Daar hebben mensen überhaupt niks aan. Expose! We vragen het aan Black Fennos. Heet hij zo? Black Fennos? Hij is niet erg... Hij zegt niet veel. Oh, hij zegt ja! Nou, Jelte, je bent geëxposed. Dat was hem. Jelte. Jelte staat op nummer 2. Boven Nimue. Kan echt niet. Kan echt niet. Ik heb een yes sir gekregen. Het mag. Het mag. Ik mocht hem exposen. Jelte en Jessie. Ja, het is heel lastig voor mijn moeder. Namen. Lastig. En dan heb je een Jelte en een Jessie. Jessie. Kijk, het gaat nu al fout. Jelte weet hoe vaak ze dat door elkaar haalt. Goed gedaan, Jelte. Alright. Dit was leuk. Dat was echt heel leuk. We gaan even kijken welke vragen de moeilijkste waren. Degene die Henk was, ook super goed gedaan. Je bent gewoon de beste van ja, alle kijkers eigenlijk. Oké, deze had maar 3% goed. Ik snap het ook wel. Ja. Hoeveel verschillende ruimtes? Dit is ook echt kwestie van tellen. Dat kunnen we ook niet. Nee. In welk land ben ik niet geweest? Ook gokwerk. Deze was heel grappig. hoe heet deze kat? Dat was Tom. Was ook lastig. Hoeveel video's? Ja, die had ik ook niet goed. Deze was een instinkertje. Het was allemaal heel lastig, dit. Maar wel heel grappig. Dat was een hele mooie quiz. Alsnog, een applausje voor Nimue voor het maken van deze quiz. Woehoe! Ik was Henk. Jessie Winters. Gefeliciteerd. Applausje.
En de foto's waren echt geniaal. Hij zat prachtig in elkaar. Prachtig. Klasse. Klasse. Oh. Nou, dan gaan we afsluiten. Het is zo, het is 9:45. Het is 9:45. Sorry mensen die morgen vroeg op moeten. We zijn ook al met veel minder. Maar we zijn alsnog met veel. Het is best wel veel voor, you know, een woensdagavond. Damn. Nog een laatste vibe moment. Ja? We gaan het afsluiten met een vibe moment. Vibe moment. Het is tijd voor Crab Rave. Ik vind dat we Crab Rave moeten doen. Let's go. Iedereen in de chat losgaan. Of spammen of dansen. Daar moet je uit kiezen. Je kan niet niks doen. Nee, mag niet. Harder. Let's go. Even discolamp. Discolamp! Jongens, lekker gevibed. En kom terug. Kom hier. Ja. Vlinder. Ja, omdat het zo gezellig was, ga ik gewoon even lekker wat memberships weggeven. Let's go. Omdat jullie zo leuk hebben meegedaan. Omdat het zo hartstikke gezellig was. En omdat er zoveel mensen zoveel leuke quizzen hebben gemaakt. Echt fantastisch, jongens. Dat gaan we vieren met een paar memberships. Hier, gewoon hopsakee. 10 memberships. Let's go. Nu hij het toch doet. Yeah! Lekker spontaan memberships weggeven. Ik heb 10 miljoen screenshots gemaakt. Hey! Oh yeah! 10 van de 100 mensen, dat maakt je kans 10%. Hey! Jahar B! Gefeliciteerd! Hey, Ella de Slager! Zager! Ella de Zager! Zager, Bente Kuipers, gefeliciteerd. Ik zei het onironisch verkeerd. Alweer. Kiki,
ga het straks goed zeggen hoor. Ik ga zo. Hey Linette, emootje. Gefeliciteerd met je membership. Heel veel plezier. Druppeltje 3001. Gefeliciteerd. Heel veel plezier met de emotes. Met de paarse vleermuis emotes. Ze zijn hartstikke schattig. Kijk ze nou. Adrienne Hollaars. Yeah. Welkom bij de Vleermuis Squad. En ik raak mijn stem kwijt, jongens. Karin Sluiter. Welkom bij de Vleermuis Squad. Gefeliciteerd. Mijn hele chat wordt hier groen van de members. Het is fantastisch. Kijk hoe mooi dan. Lex Sims, gefeliciteerd. Yeah. Welkom. Ah, heerlijk. Lara. Weer een Lara. Is het een andere Lara? Is het weer een nieuwe Lara? Heb ik nou drie Lara's in mijn Vleermuis Squad? En Rosan Drent heeft geabonneerd. Is het nou nog letterlijk nog een Lara? We hebben drie Lara's. En allemaal abonnees. Nou, fantastisch jongens. Fantastisch. Mijn kat reageert op de vibe muziek. Oh. Ja, Ella de Sager. Waarom komt die nou niet? Ben ik gewoon blind? Heb ik hem gemist? Anyways, Ella de Sager. Ik zeg het goed dit keer. Gefeliciteerd. Je hebt weer een membership. Let's go. Maar komt vrijdag nog een andere quiz of iets anders? Want ik wil echt heel graag een quiz doen. Nu ik deze niet heb kunnen doen. Ik ga vrijdag gewoon verder met quizzen doen. Ik heb van tevoren aan mijn kijkers gevraagd om quizzen te maken. Gewoon letterlijke kitta quizzen. En ik heb ze gewoon niet allemaal kunnen doen vanavond. Dus we gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder vrijdag. En als je alsnog je eigen quiz wil gaan maken, dan moet je dat doen voor vrijdag. Want ja, vrijdag heb je weer kans dat we je quiz gaan doen. Ik had je quiz beloofd en hij is nu af. Ja, maar het is 10:30 en het is woensdag. Dus we gaan hem vrijdag doen. Ik wil alle quizzen doen, jongens. Ik wil sowieso alle quizzen. Maar vrijdag kan ik echt gewoon verder gaan tot het 3:00 s'nachts is. Want, dan is het weekend. Dan hebben jullie geen school de volgende dag. Dus dan vind ik het niet erg om super lang door te gaan. Maar voor vandaag, weet je, vandaag stoppen we voor nu en dan gaan we de volgende keer verder. Nou jongens, dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken, voor het meedoen. Ik vond het echt hartstikke leuk. En als je de video vandaag nog niet hebt gezien, namelijk schilderen met rode kool, ga die zeker even checken. Het is een hele leuke video. Die staat sinds vandaag online. En het eindresultaat is heel leuk, maar het maken ervan is ook gewoon super cool en interessant. Het is echt gewoon, ik vind het persoonlijk een hele leuke video. Ik ga die straks kijken. Nice. Mijn cabbages! Precies. Mijn vader haat rode kool. Ik ben er ook niet zo'n grote fan van. Ik vind rode kool ook maar, nee. Niet heel lekker, niet vies, maar weet je, je kan er dus mee schilderen. Alright jongens, het was gezellig. Tot vrijdag. Ja, vrijdag weer om 7:30. Tot dan. Slaap lekker en veel succes morgen op school als je school hebt. Ga lekker slapen. Tot dan. Doei. Bye bye. Mwah. Thank you.
Behind, how could you think we could just be friends again? I'm on a midnight bike ride.
Don't you know?